self-determination. It's the ability to choose. And I think that that's what we all should have a right to, and that's what we're all fighting for. Public debate is vital in a democratic society, because if the public doesn't take part, then the politicians take over and decide everything for themselves. And a place like the Bali is important because that's where the public gets to say what they think and shape their opinions and listen to debate. It's incredibly important that people continue to speak out in this way. Acknowledge the limitations and taking responsibility for questioning the limitations. With knowledge comes a certain beauty. We are then in a position to take action on that. Particularly in this very noisy, fast culture, what documentary does, I think, is to take time to make meaning. Documentaire films en kunst in het algemeen is soms een plek waar de mening en waar de positie belangeloos is. Je mag er gewoon zijn, je mag leren. En de Bali is zo'n plek. We moeten het hebben over Facebook, want Facebook is overal. We kind of knew something bad could happen. We have created tools that are ripping apart the social fabric of how society works. No civil discourse, no cooperation, misinformation, mistruth. Bad actors can now manipulate large swaths of people to do anything you want. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. If you messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. I think that may be what this is all about. In order to do that, we believe that we need to offer a service that everyone can afford, and we're committed to doing that. Well, if so, how do you sustain a business model in which users don't pay for your service? Senator, we run ads. I was hired as Facebook's first head of ad targeting in 2011. The fact that we were doing it was very strange and very kind of a scandalous thing to do. And he clearly didn't seem to understand the full implications of what he was saying yes to. But he said yes anyhow. A lot of the products we developed, like custom audiences, this precision targeting tool, we didn't really consider the political angle of it, even though now it's very important. If you would do it all over again, would you have made other choices than you did? No, because that was the right choice at the time. I mean, it's made the company billions of dollars. Facebook ads targeting sucked. Now it doesn't. This is just how the internet gets paid for. Dus het is heel simpel. We moeten er gewoon vanaf. We moeten van Facebook af. Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk maar de vraag waar we misschien ook wel toen we dit programma voorbereiden aan dachten. Is dat nou echt het antwoord op die hele grote vraag van wat Facebook in onze samenleving doet? En moeten we niet misschien op een betere manier met Facebook omgaan? Of moeten we juist niet op een collectief niveau veel meer organiseren zodat we Facebook kunnen reguleren, de goede aspecten kunnen behouden en de minder goede aspecten kunnen controleren. Dat is waar we vanavond het onder meer over gaan hebben. Welkom bij Verslaafd aan de Likes in de Bali. Een avond in het teken van Facebook. Mijn naam is Tim Wagenmakers. Ik ben programmamaker bij de Bali en vanavond jullie gastheer. En mijn persoonlijke Facebook-verhouding is dat ik een paar keer gestopt ben en toen weer teruggekomen ben. Want Facebook heeft zo'n heerlijke optie dat je 2 weken bedenktijd krijgt. En dan is er altijd wel zo'n luie zondagmiddag dat je eigenlijk een beetje verveelt. En dan toch maar weer een beetje zo gaat scrollen en dan toch maar weer teruggaat. En eigenlijk heb ik er een soort haat-liefde verhouding mee. Dus vandaar dat het programma voor mij ook persoonlijk het is gewoon een vraag waar we iets mee moeten en waar we vanavond mee aan de slag gaan. En we hebben allemaal mensen uitgenodigd die eigenlijk langs 2 sporen denken vanavond. We hebben aan de ene kant het spoor van als iemand zegt Facebook, wat moet ik ermee? Dan kan een antwoord zijn, ik vind het een hele fijne plek om evenementen op te zoeken, om mijn vrienden te spreken. Of ik ben zo zat dat ik constant door mijn tijdlijn aan het scrollen ben. Dat is het individuele niveau, daar gaan we het vanavond over hebben. En we hebben een groot panelgesprek waarin we het gaan hebben over het collectieve niveau. Namelijk, hoe kunnen we Facebook reguleren? Of misschien moeten we het niet reguleren? Wat staat er op het spel in verhouding tot onze democratie? Als zulke grote techbedrijven op ons afkomen en eigenlijk al lang onze omgeving aan het vormgeven zijn. We hebben bijvoorbeeld Joost Schellevis. Hij is techredacteur van de NOS.
die ons zometeen meeneemt in wat Facebook eigenlijk, nou ja, onder meer van hem weet, maar ook ons even meeneemt door de afgelopen maand en de feiten op tafel legt van de, nou ja, schandalen en het modewoord ophef rondom Facebook van de afgelopen maand. We hebben een panelgesprek met onder meer Roxane van Ypres. Ze is van alles, ze is jurist, ze is journalist, ze is ook voorzitter van de Raad van Advies van het SIDN-fonds, die initiatieven ondersteunt op het snijvlak van tech en maatschappij. En ze schrijft heel veel stukken over tech en maatschappij. Daar schrijft ook aan Jan Middendorp, Tweede Kamerlid voor de VVD, met de portefeuille digitalisering en ook met de portefeuille identiteit, trouwens, zag ik. Ik ben benieuwd waar gaat. Dat horen we zo wel, waar dat precies over gaat. De portefeuille identiteit. En we hebben Peter Minkjan, digitaal strateeg, gebruikt Facebook veel en organiseert onder meer een Facebook-congres al jarenlang en helpt bedrijven om Facebook beter in te zetten. En volgens mij is het interessant als we op een realistische manier over Facebook kunnen praten, waarbij we, nou ja, het kind niet met het badwater weggooien en tegelijkertijd wel benoemen wat er aan de hand is. En daar hebben we ook u voor nodig. We hebben veel ruimte ingebouwd voor vragen vanuit het publiek. Een vraag is een vraag. Dat is een dubbeloppe zin, maar ik zeg het toch altijd maar even, want die eindigt op een vraagteken. En aan het eind van de zin gaat je stem meestal een beetje omhoog. Dus dat is even een reminder voor als ik straks de zaal in kom. En we eindigen, en dat ben ik ook heel blij mee, met Neshla Edrioug. Zij is psychologe en voordat we dan hier allemaal de zaal uitgaan en dan thuis ons weer suf scrollen en Instagrammen, Snapchatten, WhatsAppen en Facebooken, geeft zij ons nog wat tips en tricks mee hoe we ons individuele gedrag wat meer onder controle kunnen krijgen. Maar voordat we dat allemaal gaan doen, ben ik eigenlijk wel benieuwd wie in de zaal heeft er Facebook. Ik verwacht dat er vrij veel zijn. Dan draai ik hem even om. Wie heeft er geen Facebook? Toch ook wel een aantal, ja. Ja. Van de mensen die er Facebook had, wie twijfelt er of die van Facebook af moet gaan? Wie denkt, ik moet het nou toch wel eens gaan overwegen? Ja, een aantal, ja. Doe nog eens je handen omhoog, want nu was ik het kwijt. Mag ik aan jou iets vragen? Waar zit jouw belangrijkste twijfel in? Wat ik deel, denk ik. Maar ik twijfel omdat ik met bepaalde mensen dan nog wel contact hou, met wie ik anders niet zoveel contact hou. Ja, je bent bang dat je dat contact dan kwijtraakt. Ja. Ja. Zijn er mensen die zeggen, allemaal mooie praatjes, maar ik ga sowieso niet van Facebook af? Roxane kan er zo nog meer over vertellen. Kom ik eerst naar u en dan naar u? Ja? Waarom zegt u, voor mij is dat geen optie? Of dat wil ik niet? Ja, anders had ik hier ook niet geweest. Weet je, dit soort evenementen, dat ken ik gewoon via Facebook. Ja. En mijn hele sociale leven dondert in elkaar, denk ik. Ja. Ja. Is dat hetzelfde voor u? Nee, ik doe eigenlijk niks sociaals op Facebook. Alleen maar voor mijn eigen bedrijf doe ik promotie en koop ik zelf reclames in om mijn mensen te laten zien. Dus ik maak er gebruik van. Ja. We hadden natuurlijk de afgelopen maand hadden we de Lubach-actie. En we gaan het vanavond niet al te veel over Lubach hebben. Maar naar aanleiding daarvan gingen er heel wat mensen van Facebook af. En het is misschien leuk, want we waren een beetje aan het zoeken wie dan die mensen waren die dat waren. En onder meer Daphne Muller ging naar aanleiding van die oproep van Facebook af. Misschien dat je heel veel naar voren kan komen. Geef een warm applaus, Daphne Muller. Nou, we kunnen hier een soort voetbalinterview van maken. Van hoe voel je je nu? Hoe gaat het met je? Maar wat was de belangrijkste reden waarom jij een maand geleden dacht, ik moet nu ik dit gezien heb, van Facebook af? Nou, je wordt er in principe gewoon een stuk gelukkiger van. Daar kan de psycholoog straks nog veel meer over vertellen, denk ik. Maar ik weet er zelf best wel wat vanaf, want ik studeer ontwerpen, dus ik weet wat van innovatie. En ik was ook al eerder van WhatsApp afgestapt, dus ik weet wat ik me kon verwachten. Ja. En mis je iets? Nee. En is het zo dat je nu... Nou, kijk, je wordt er in principe een stuk socialer van. Want mensen denken vaak, was ik zelf ook bang van, ik heb heel veel internationale vrienden, van oh nee, mijn sociale leven, krijg ik nog wel verjaardagsuitnodigingen. Ja. Maar eerlijk gezegd valt dat best wel mee. En de meeste studies laten zelfs zien dat je je gauw een stuk socialer en geliefder voelt. En ook je stressniveaus gaan omlaag. Dat is ook allemaal bewezen. Maar is het dan voor jou puur individueel? Of is het ook omdat je iets van het bedrijf Facebook vindt? Want Facebook bestaat nog steeds, zelfs nu Daphne Muller eraf is. Nou ja, je zou kunnen zeggen dat ik een soort vegetariër ben. Het gaat ook wel een beetje om principes. Ik doe me afstuderen op de toekomst van Internet of Things. En Facebook gaat compleet tegen alle principes in. Maar dit gaat natuurlijk ook meer over jullie individueel. Dus...
Is er een kans dat aan het eind van de avond, als we dit allemaal misschien geproblematiseerd of misschien nog fanatieker hebben uitgelegd, dat je aan het eind van de avond hem weer pakt en dan toch je account weer opstart? Nee, natuurlijk niet. Nee? 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 Je bent ook altijd, als je vegetariër was, ben je ook altijd vegetariër gebleven? Nou, ik ben niet vegetarisch, dus daar kan ik niks over zeggen. Nee, maar voor mij voelt dit gewoon goed en ik ben gelukkig gezonder. En ik denk dat veel van jullie dat ook zouden zijn. Nou goed, dan is dat denk ik een wijze woorden van jou. En dan mocht je aan het eind nou toch nog denken van ja, ik wil je toch nog wat aan toevoegen, want ik heb dit nog gemerkt. Nu ik een maand ervan af ben, dan moet je me even je hand opsteken. Dan kom ik weer naar je toe en geef een warm applaus. Daphne Muller. Ja, zoals ik zei, we gaan de hele tijd een beetje schakelen tussen twee sporen. Bij het panelgesprek gaat het echt over dat collectieve. Maar we wilden jullie toch een klein beetje opwarmen om jezelf te verhouden tot Facebook. Dus wat dachten we, wat gaan we doen? We gaan het begin van de avond twee beelden neerzetten. Eén beeld waarom je van Facebook af moet, de andere waarom je er niet van af moet. En dan aan het eind van de avond komen we even terug. Of jullie naar alle andere dingen die gehoord zijn denken, ja, dit is de oplossing of hier sta ik achter. En we hebben twee onderstudenten van de UvA-afdeling Retorica gevonden die dat gaan doen in hele korte pitches van anderhalve minuut ongeveer. En we laten we maar beginnen even in lijn met Daphne met de pitch van Michael Hunks. Die zegt, we moeten van Facebook af. Probeer ze maar te overtuigen, het woord is aan jou. Michael Hunks. Dankjewel. Wat als Facebook een mens was geweest? Wat als Facebook een mens was geweest? Een man die bijvoorbeeld Mark heet. Dan was Mark echt al lang in elkaar geslagen. Stel je nou zo'n man voor met een klein blauw boekje waarin hij alles opschrijft. Je bent op een feestje, hij schrijft het op. Je fietst naar je werk, hij schrijft het op. Je kijkt naar de foto's van iemand die je leuk vindt, hij schrijft het op. Je wilt iets zeggen en je typt het. Maar je bedenkt je en je stuurt het toch niet. Maar Mark schrijft het toch op. En hij onthoudt alles. Hij weet precies wat je leuk vindt, wat je niet leuk vindt. Wat je doet en niet doet. En je weet dat hij zijn blauwe boekje alleen gebruikt om aan jou dingen te verkopen. Onzin dingen, maar wel precies die dingen waar jij een zwak voor hebt. Want Mark kent je zwaktes. En Mark is een mens, dus je kan hem zien. Overal waar jij gaat, daar gaat hij. Waar jij staat, daar staat hij. Met zijn blauwe boekje, te kijken en te schrijven. Dan tikken we toch binnen de kortste keren dat boekje uit zijn handen. En als hij er de volgende keer weer staat, terwijl jij op je eerste date aan de gracht zit, dan smijt je toch gewoon dat boekje het water in. En als hij dan aan anderen de meest lelijke foto van jou laat zien, alleen omdat zij toevallig ook op dat feestje waren, dan ga je toch verhaal halen. En als hij er dan weer staat, terwijl jouw nichtje aan het afzwemmen is, dan ga je hem toch vragen wat hij in godsnaam in het zwembad doet. En als hij dan weer terugkomt, en weer, dan geef je hem toch gewoon een tik. En als hij dan 's avonds aan de rand van je bed staat en precies bijhoudt op welke website je zit, dan werk je hem toch gewoon hardhandig je slaapkamer uit. Als Facebook een man was geweest, had hem eerst genegeerd, daarna verboden en tenslotte gevangen gezet. Maar waarom doen we dat nu dan niet? Michael Hunks, dankjewel. Ja. Ik ga in ieder geval nooit met een blauw boekje achter jou aanlopen, denk ik. Want dat lijkt me vrij bedreigend. Cas Becker die gaat juist de andere kant op. Die zegt, je moet vooral niet Facebook verlaten. Geef hem ook een warm applaus. Het woord is aan Cas. Afgelopen vrijdag had ik iets wat ik in een lange tijd niet meer heb mogen meemaken. Een vrije dag. Nou wist ik om eerlijk te zijn niet zo goed wat ik moest gaan doen. Dus om 10 uur 's ochtends ongeveer lag ik nog in bed een beetje op Facebook te scrollen. Te zondigen. Ik zie een evenement. Het heet Rollende Keukens. Leuk, oké. Dus ik klik erop en ik zie dat Dané, een vriendin van mij, ook geïnteresseerd is. Ik app er even en 2 uur later staan wij op Rollende Keukens in de zon te genieten van heerlijke poffertjes. Klinkt goed, niet? Toch is dit slechts een slap aftreksel van wat Facebook voor ons kan betekenen. Facebook geeft ons de mogelijkheid om mensen over de hele wereld te leren kennen die hetzelfde denken zoals wij.
Het maakt niet uit hoe klein je groep is, hoe nieuw je idee is, hoeveel emotioneel je verhaal is. Facebook zorgt ervoor dat jouw verhaal naar buiten kan komen. Neem bijvoorbeeld het hashtag MeToo verhaal. Het begon met een paar vrouwen die eerlijk hun verhaal deelden. Wiens stem in hun eentje meteen ondergesneeuwd zou worden. Maar door Facebook is die sneeuw gesmolten. Door Facebook is het nu duidelijk en denken wij allemaal een stuk bewuster na over deze discussie. Of denk erover na dat we bijvoorbeeld met z'n allen nu samen kunnen rouwen als er bijvoorbeeld een ramp is in Indonesië. We halen er steun uit dat we weten dat andere mensen hetzelfde verdriet hebben als wij. Als individu kunnen we niet zoveel betekenen tegen de multinationals, de overheden of de media. Maar als we onze handen ineenslaan, dan kunnen onze idealen werkelijkheid worden. Facebook maakt ons samen sterk. Er is een stem nodig voor een beweging en Facebook zorgt ervoor dat die stem hoorbaar is. Dankjewel, Cas. Dankjewel. Een hele snelle tussenstand. Wie zegt dat eerste betoog, dat sprak mij het meest aan en we zouden van Facebook af moeten? Ja, oké, okay, ja. En wie zegt het tweede betoog? Oeh, dat klinkt als een gelijk spel nog. Ja. Er waren ook mensen die hadden hun hand niet opgestoken. Als die nou toch zouden moeten kiezen, wie gaat er dan voor één? Oké, dat is niet gelukt. Dat proberen we straks nog een keer. Dat is mooi. Het is gemengd. Het is een gelijkspel. Gelukkig hebben we nu een beetje ons teen in Facebook gestoken. We hebben wat beelden opgeroepen. En we hebben nu, en daar ben ik heel blij mee, ik vind hem namelijk een van de fijnste journalisten op techgebied om te volgen, omdat hij mij in werelden leidt waar ik niks van snap. En dan na een filmpje van 1,5 minuut... want zoveel tijd heeft hij vaak, heb ik toch het idee dat ik het iets beter begrijp. Hij werkt voor de NOS en hij gaat ons vertellen wat Facebook van ons weet. En hij neemt ons even mee in wat er de afgelopen maand gebeurd is. Geef hem een warm applaus. Joost Schellevis. Ja, soms ook wel 2 minuten hoor, valt mee. Mag nog een beetje water trouwens? Dankjewel. Ja, het idee is, ik ga even kort vertellen waar we het vandaag eigenlijk over hebben. Wat Facebook wel en niet wat je van je weet. Zodat we daarna een discussie over kunnen hebben. Dat is dus mijn naam inderdaad. Deze is een beetje overbodig. Wie ben ik eigenlijk om dat dan te vertellen? Nou, Tim zei het al even, ik werk voor de NOS. Hiervoor werkte ik voor Tweakers, een technologiewebsite. Dit is mijn kat, die heeft er verder niet zoveel mee te maken. Maar die zat donderdag wel in het journaal, dat wilde ik toch even zeggen. Want zijn privacy was geschonden, en die van mij dus eigenlijk. Want de data van alle huisdierenbezitters zo'n beetje lag op straat. Ja, tenminste, hun gegevens lagen op straat. En op Twitter kun je me volgen op @schellevis. Allereerst heb ik ook een vraag voor jullie. Wie denkt dat Facebook je microfoon afluistert? Toch nog wel wat mensen. Dat is wel echt een hoax. Eentje die ook niet uit te bannen is. En op zich is dat ook logisch, want het is ook af en toe wel eng wat Facebook nou precies van ons lijkt te weten. Hè? Dus je zit een beetje op internet en je kijkt naar een bepaald product en even later komt het weer terug. Of advertenties lijken wel erg veel of erg goed in je straatje te passen. Maar Facebook heeft een hele andere manier eigenlijk om te weten te komen wat je wil en wat je wil kopen en wat je wil lezen. En ik ga even uitleggen welke gegevens ze daarvoor gebruiken en hoe ze daaraan komen. En die gegevens zijn eigenlijk in een aantal categorieën onder te verdelen. Dingen die je zelf invult op Facebook, en dat wordt af en toe nog wel eens onderschat. Je likes, dus dingen die je liked als je een beetje op Facebook zit en elders op het internet. Data die je onbewust achterlaat als je de Facebook-app gebruikt. Je gedrag op andere websites. En data die op andere manieren in Facebook terechtkomen. Maar ik begin bij de data die je zelf invult. En dat wordt nog wel eens onderschat. Bijvoorbeeld als voorbeeld, dit is mijn Facebook profiel. En dan, als je dit ziet, dan denk je, ja, wat kun je hier eigenlijk mee? Nou, best wel veel. Want je weet mijn leeftijd. Dit is trouwens niet mijn echte leeftijd. Ik heb best wel veel moeite gedaan om hier even toch een andere leeftijd in te doen. Ik dacht, ik ga over privacy praten, dan moet je toch wel een beetje. Ja. Je weet mijn leeftijd ongeveer. En je weet waar ik woon. En dat zegt natuurlijk best wel veel over waar ik bijvoorbeeld mijn boodschappen doe. Waar ik werk niet per se dan, maar goed, dat weten ze ook. En die data zijn best wel nuttig. Bijvoorbeeld deze advertentie, dit was van een poppodium in Alkmaar. Nou, dat had iets beter getarget kunnen worden. Maar die zijn dus op zoek naar mensen die ongeveer mijn leeftijd zijn en ongeveer op dezelfde plek wonen.
En dat is best wel nuttig, want je wil niet... Dit zag je vooral ook heel vaak bij de gemeenteraadsverkiezingen. Je wil als lokale partij wil je niet targeten op een gemeente ergens anders. Dat is best wel nuttig. Dat is trouwens wel een keer gebeurd, maar dat is een ander verhaal. Dus iemand die was meerdere campagnes aan het uitzetten. Die woonde in Amersfoort en die werkte voor de VVD in Haarlem. En die zat op iedereen de verkeerde advertenties te targeten. Echt zonde van het geld. Je likes. Dat zijn dingen waarvan we ook allemaal denk ik wel weten dat ze worden gebruikt voor advertenties. Dus dit is een kleine greep uit dingen die ik leuk vind op internet. Ik heb er in totaal iets van 200, zag ik. Daar schrok ik toch wel een beetje van, want dat is niet iets waar je bij stilstaat. Je liked een keer wat. Ook op basis hiervan kun je best wel wat zeggen over wat je leuk vindt. Bijvoorbeeld de Arctic Monkeys zag ik voorbij komen in mijn timeline. En die targeten op me omdat ik nu.nl ooit een keer heb geliked. Nou, ik vind dat redelijk ver gezocht. Maar je ziet het ook nog wel eens wat minder ver gezocht. Bijvoorbeeld bij de gemeenteraadsverkiezingen zag je dat de VVD bijvoorbeeld target op tennis. En je ziet dat ook, ja, slim toch? En het Forum voor Democratie targeten op VVD-stemmers. Nou, dat soort dingen. Ja, echt. Ja. En nog meer van dat soort dingen. We hebben toen een onderzoekje gedaan. En je zag gemeente, leeftijd, interesse was echt het grootste deel van de advertenties. Overigens waren er ook partijen die op minderjarigen targeten. Ja. Af en toe wordt ook wel eens overschat hoe slim het internet is, hoor. Dat een partij dan target op 13-plussers. Denk van, ja, doe dan 18. Dat is toch veel slimmer. En dan data die je onbewust achterlaat. Facebook heeft allemaal hele nuttige features die ons leven allemaal best wel verrijken. Maar die zijn natuurlijk niet gebouwd uit altruïsme. En één voorbeeld daarvan is Nearby Friends. Dan kun je dus zien welke vrienden bij je in de buurt zijn. Zit ook in de app. Ik heb het zelf niet aan, want ik heb het even aangezet. En je ziet inderdaad een redelijke lijst van vrienden en waar ze ongeveer zijn. Dus ook mensen hadden het aanstaan van wie ik het eigenlijk niet had verwacht. Dus het kan best zijn dat je het per ongeluk hebt aangezet. Dat is heel handig, hè? Want je kunt dus zien waar je vrienden ongeveer zijn. Je kunt het ze ook vragen, maar goed, je kunt het hier ook zien. Alleen dat kan natuurlijk ook weer worden gebruikt voor advertenties. Bijvoorbeeld, ik heb hier even een pin gezet bij de balie. Dus iedereen die hier in de buurt is geweest, binnen een kilometer van de balie, die zou ik dan kunnen targeten. En dat wordt op allerlei manieren gebruikt. Dus mensen die in de buurt willen komen van jouw bedrijf. De politie heeft het ook wel eens gebruikt om het mogelijke getuigen van een misdrijf op te sporen. Dus iedereen die in een bepaalde plek is geweest, zou van waarde kunnen zijn voor een onderzoek en die wordt dan getarget. Dus het gebeurt allemaal redelijk out in the open, maar dit is al iets minder bekend, denk ik. En als je het over metadata hebt, is ook WhatsApp gaat binnenkort een rol spelen. Ik weet niet of jullie dit weekend de nieuwe privacyvoorwaarden van WhatsApp hebben gezien. Maar daarin wordt de mogelijkheid opengehouden dat data van WhatsApp naar Facebook gaat. Gebeurt op dit moment nog niet, want de Europese privacywaakhonden zijn het daar niet helemaal mee eens. Maar het gaat mogelijk dus wel gebeuren. Je gedrag op andere websites. Daar, ik denk dat iets is wat marketeers wel weten en wat iets meer aan bod is gekomen met dat hele privacy schandaal de afgelopen maanden, maar wat nog steeds wel een beetje onderbelicht is. En dat draait voor een groot deel om de Facebook Pixel. Pixel is eigenlijk een tracker, zoals we die wel vaker kennen. Bijvoorbeeld Google heeft trackers. Nou, er zijn echt talloze advertentienetwerken, sommige met name die niemand kent, zoals AppNexus. Wat die allemaal doen is bijhouden welke websites je bezoekt. In het geval van Facebook is natuurlijk de toegevoegde waarde voor Facebook dat ze die kunnen combineren met alle andere data die Facebook van je heeft. Dus dat Facebook ook echt weet dat jij op die website bent geweest en niet dat iemand op die website is geweest. En een voorbeeld daarvan, nou, ik kwam laatst dit voorbeeld tegen. Bloemon, dat is een dienst, daar kun je bloemen bestellen. Superleuk, dat krijg je elke maand, krijg je nieuwe bloemen. Ik heb ooit een keer naar gekeken en vervolgens heb ik het niet genomen, want ik vond het best wel duur om €20 per bos bloemen te betalen, terwijl je een grotere bos gewoon lokaal kunt halen. En dat weet Facebook, want Facebook heeft hier een pixel draaien, waardoor Facebook dus weet dat ik op die website ben geweest. En vervolgens zag ik op Facebook die advertentie inderdaad voorbij komen. Nou, kun je op Facebook heel handig aanklikken dat je wil weten waarom je die advertentie te zien krijgt. Dus je kunt zeggen, hey, waarom krijg ik deze advertentie te zien? En inderdaad, deze advertentie kreeg ik te zien omdat ik op de website van Bloemon ben geweest. Nou is het in het geval van bloemen niet heel gevoelig, denk ik. Ik kan me niet echt scenario's voorstellen waarbij het heel erg gênant is dat je bloem... Ja, misschien als je het voor een maîtresse of zo bestelt. Ik weet niet, maar... Maar er zijn natuurlijk gevoeligere scenario's. Een van was dit ziekenhuis. Inmiddels hebben ze hem weggehaald. Maar die hadden dus ook zo'n pixel. En ook op deze website dus, hè, op deze pagina. Dus op de pagina van maag, lever, darmziekte en allemaal andere dingen waar je dus... Nou, waar mogelijk gevoelige informatie... Zeg maar, je bent echt medische informatie aan het opzoeken, dat feit is eigenlijk al medische informatie op zich. Dat zegt mogelijk iets over jouw medische toestand. Dat zijn best wel gevoelige data. En daar stond dus gewoon zo'n Facebook pixel. En ook verzekeraars die serveerden gewoon die pixels en konden daardoor
Daardoor kon Facebook bijvoorbeeld zien dat je op zoek was naar een SOA-kliniek of een antidepressietest bijvoorbeeld. Inmiddels is dat voor een groot deel weggehaald. Dat is weer mooi meegenomen. Maar bijvoorbeeld, ik keek net nog even op het website van dit ziekenhuis. En ze hebben wel nog een paar trackers van Google draaien. Dus nou ja, helemaal clean zijn ze ook nog niet. En op Facebook kun je ook zien welke adverteerders dat van jou welke adverteerders dat hebben gedaan. En ik moet zeggen, ik ben me er redelijk bewust van, maar ik had toch nog wel een aardige lijst van websites die allemaal dus een tracker hadden geïnstalleerd en wat Facebook dan aan elkaar kan koppelen. En het lastige is dat je dit wel te zien krijgt, maar de ruwe data, dus waar je precies bent geweest en waar die tracker allemaal geïnstalleerd was, dat is nergens terug te vinden. Nou, oh ja, deze vond ik ook wel interessant. Deze kwam er ook in voorbij. Dus ik ben ooit op deze website geweest. Nou, ik vind het heel interessant klinken. Ik was van plan om nog even uit te zoeken wat voor scholengroep het is. Als iemand het weet, dan hoor ik het graag. Externe data, daar wordt het eigenlijk helemaal een beetje ondoorzichtig. Want dat is data waar je eigenlijk zelf helemaal geen invloed op hebt. Als je een advertentieaccount aanmaakt op Facebook, dan kun je deze tool openen. Aangepaste doelgroep heet dat. En dan kun je gewoon je hele klantenbestand ingooien. En dan vervolgens bijvoorbeeld jouw klanten targeten. Stel dat die ooit met KLM hebben gevlogen. Je bent KLM. KLM doet het ook daadwerkelijk. Dus een goed voorbeeld. Zo voor je hebt ooit met KLM gevlogen. Dan is de kans groot dat je misschien nog een keer met KLM wil vliegen. Nou, dan kunnen ze dus op targeten. Ze kunnen je ook uitsluiten. Dus dat ze klanten niet meer willen targeten. En vervolgens kun je ook doelgroepen maken die lijken op je eigen klantenkring. Wat ook nuttig is. Want mensen die blijkbaar besloten om klant van jou te zijn. Als mensen op hen lijken, is de kans aanwezig dat die misschien ook een potentiële klant zijn. Ook dat kun je trouwens zien. En het interessante aan dit lijstje is, hier staan bedrijven tussen waar ik geen klant van ben. Dus dat PlayStation dat heeft gedaan, oké, dat snap ik. Dat KLM dat heeft gedaan, vind ik wat van. Maar oké, ik ben inderdaad klant bij KLM. Maar bijvoorbeeld Lanco en Revent Optics heb ik echt nog nooit van gehoord. En daar wordt het interessant. Want wat bedrijven dus blijken te doen, is niet alleen hun eigen klantenbestand uploaden, maar ook data waar ze op andere manieren aan zijn gekomen, die gooien ze ook gewoon in Facebook. En collega's van mij, een tijdje terug zijn we weer met een paar collega's ingedoken. En zij kwamen ook bedrijven tegen als Toyota, Macro, CZ, Ziggo en Lexus. Bedrijven waar zij in dat geval allemaal geen klant van waren. En het grappige is dus, die data blijkt dus uit de Kamer van Koophandel te komen. Wat doen die bedrijven? Die kopen gewoon KVK-data op. Bijvoorbeeld, en ze weten dan dus jouw contactgegevens, maar ook in welke branche je actief bent. Dus bijvoorbeeld, hè, stel je bent ZZP'er, nou, dan wil je misschien wel een bepaald abonnement van Ziggo hebben. Zit je in de detailhandel, dan wil je misschien wel een Macro-abonnement. Dat gebeurt. En trouwens, ook goed voorbeeld. Je hebt white-collar ZZP'ers en blue-collar ZZP'ers. Dat zijn twee doelgroepen blijkbaar in marketingland. En Toyota gaf mensen die bijvoorbeeld boekhouder zijn, die raden ze een personenwagen aan. En als je een loodgieterskantoor hebt, dan raden ze je een bestelbusje aan. Ja, nou, best wel logisch, maar ook best wel dubieus. Want je weet niet dat die data ook uit de KVK zijn gehaald en in Facebook zijn gegooid. Dat gebeurde dus wel gewoon. Dat is iets waarvan ik denk, wat misschien nog wel verder gaat dan het afluisteren van je microfoon, bij wijze van spreken. Wat doet Facebook met al die data die ze op deze manier hebben verzameld? Denken jullie dat Facebook die data verkoopt? Wie denkt dat Facebook deze data verkoopt? Toch een aantal mensen? Nee, dat denk ik niet. En ik ben, ook net als bij de vorige keer, ben ik niet geneigd om Mark Zuckerberg op zijn blauwe ogen te geloven. Maar hij heeft er eigenlijk een best wel goede reden voor. En die reden is, hij zegt het ook zelf, we doen het echt niet, zei hij voor het congres. Nou, is er wel vaker gelogen voor het congres, maar ik ben wel geneigd om hem te geloven. En dat is vanwege dit getal. En het is niet zomaar een getal, maar het is een bedrag. Dit bedrag is wat Facebook vorig jaar alleen maar aan advertenties verdiende. Alleen maar aan advertenties. De rest van hun inkomsten is vrij bescheiden hoor. Maar dit verdienen ze dus alleen al met de verkoop van advertenties. En al die bedrijven die gaan naar Facebook omdat Facebook ontzettend veel weet van zijn gebruikers. Dus waarom zouden ze die advertenties, of die gegevens, aan iemand anders geven die daar dan vervolgens ook allemaal dingen mee kan doen? Nee, die data, die bewaren ze juist. Dat zijn hun kroonjuwelen. Ze hebben daar geen enkele reden voor om dat te verkopen. Daar verdienen ze op de korte termijn misschien wat geld mee. Op de lange termijn is het juist in hun belang om al die data veilig bij Facebook te houden. Maar waar kwam dan toch die ophef vandaan met Cambridge Analytica? Want daar zijn dus wel data van Facebook-gebruikers op andere plekken terechtgekomen. Dat leg ik even uit aan de hand van een fictief voorbeeld. Cookie Monster. Cookie Monster is een Facebook-gebruiker. En Cookie Monster vulde een quizje in met de naam This is your digital life. Dat was een soort persoonlijkheidstest. Alleen het interessante is hierbij dat niet alleen de data van Cookie Monster naar This is your digital life gingen, maar ook de data van zijn vrienden.
En dat kon, dat was een technische mogelijkheid in Facebook. Je kon data uitlezen van de vrienden van een gebruiker. Op zich was dat soms ook wel nuttig. Stel dat je een spelletje speelt, dan kun je vrienden uitnodigen. Stel je voor dat je een kalender hebt met verjaardagen. Dan is het handig als je daarop ook verjaardagen van vrienden kunnen zien die die app nog niet gebruiken. Maar in dit geval had Cookie Monster daar vrij weinig aan. Maar die data kwamen wel bij Alexander Kogan, een Russisch-Amerikaanse onderzoeker. En hij verkocht die data aan SCL. En dat is een bedrijf wat enige bekendheid heeft gekregen, maar wat toch vooral bekend is onder de naam waarin het in de Verenigde Staten actief was, namelijk Cambridge Analytica. En Cambridge Analytica gooide die data vervolgens weer in Facebook. Bijvoorbeeld met de tool, of eigenlijk met de tool die ik net beschreef, waarbij ook KVK-data werden gebruikt. Dus vervolgens konden ze die weer gebruiken om persoonlijk gepersonaliseerde advertenties te laten zien. En er waren ongeveer 300.000 cookie monsters, wat een redelijk bescheiden hoeveelheid mensen is. Maar die hadden samen 87 miljoen vrienden. Dus dat is waar de omvang van dat schandaal ook vandaan komt. En nou is het dus niet zo dat Facebook hier echt om stond te juichen, hè, dat dit gebeurde. Ze hebben ook tegen Cambridge Analytica gezegd dat die data verwijderd moesten worden. Overigens ontkennen zij ook dat ze die data ooit hebben gebruikt. Maar het was technisch wel mogelijk om al die data buiten te maken. Dus de vraag is nu of dat vaker is gebeurd, of dat Cambridge Analytica, ja, of dat die Alexander Kogan gewoon ontzettend slim was. Ik vraag het me af, in alle eerlijkheid. En waar, om wat voor gegevens ging het dan? Nou, dit screenshot is relatief recent, komt uit maart van Business Insider. Toen kon je nog relatief veel informatie verzamelen over mensen die niet de gebruikers van jouw app zijn, maar hun vrienden. In Europa werkt dit inmiddels niet meer. Maar volgens de oude Facebook API kon dus nog meer informatie worden verzameld. Dus van al die vriendjes van Cookie Monster werden dus de likes en de politieke voorkeuren. Dat kon allemaal worden opgeslagen door Cambridge Analytica. Zonder dat die mensen daar ooit toestemming voor hebben gegeven. Dat is ook waarom Facebook het nu onmogelijk heeft gemaakt in Europa. Maar ja. Wat heeft Facebook veranderd na aanleiding van dit schandaal? Nou, de privacy-instellingen zijn verduidelijkt. Je kan beter zien en makkelijker zien wat Facebook allemaal van jou heeft opgeslagen. Maar ook niet alles, hè. Dus de ruwe data van wanneer was je op welke website, dat kun je nog steeds niet zien. Dat wordt waarschijnlijk wel inzichtelijk. Als je klantdata in Facebook knalt, bijvoorbeeld van de KVK, dan moet je daar toestemming voor vragen. Delen van klantgegevens. Je kon binnen Facebook die datasets kon je delen met andere bedrijven. Dat is ook lastiger geworden. En er komt een soort opt-out voor het verzamelen van browsdata. Dat hebben ze vorige week of deze week eigenlijk aangekondigd. Allemaal wel heel toevallig, want volgende week of anderhalve week komt er een nieuwe Europese privacywet. En het lijkt wel dat al deze maatregelen al gepland stonden in het kader daarvan. En wat ik zelf wel interessant vond, is dat Facebook naar deze mogelijkheid eigenlijk aangreep om ook nog even je te verleiden om gezichtsherkenning aan te zetten. Vond ik toch wel, zeg maar, als je die wijzigingen doorging, dan vroeg ze ook nog even, oh ja, wil je gezichtsherkenning aanzetten? Dat is echt super handig. Want dan kunnen we zien wanneer andere mensen jou op de foto zetten. Weet je, nou oké, op zich wel stoer ergens dat ze dat durven nu op dit moment. Wat kun je er zelf tegen doen? Je kunt bijvoorbeeld los van je Facebook-account verwijderen, wat voor veel mensen toch een stap te ver is, wat ik ook zelf niet heb gedaan hoor. Je kunt sowieso kijken wat Facebook van jou heeft opgeslagen. Dan ga je naar instellingen en dan ga je naar gegevens en dan kun je dus zien welke bedrijven van jouw data hebben opgeslagen. En als je de hele rare bedrijven ertussen ziet, tip me vooral, zou ik zeggen. En wat betreft de Facebook Pixel is het op dit moment nog lastiger. Er komt wel een soort opt-out, zodat je kunt zeggen, ik wil er niet door gevolgd worden. Op dit moment kan dat niet echt. Je kunt wel bijvoorbeeld een plugin als Privacy Badger installeren. Dat is bijna een soort adblocker. Moet iedereen voor zichzelf bepalen. Ik zeg niet dat je dat moet doen. Ik heb ook voor een website gewerkt die advertenties serveerde. En we verdienden genoeg advertenties om daar een hele redactie van te betalen. Dus advertenties hebben ook wel meerwaarde. Je kunt bijvoorbeeld de Pixel Helper installeren. Dat is een plugin van Facebook zelf. Er is ook een van Twitter trouwens. En dan kun je dus zien welke websites zo'n tracker hebben geïnstalleerd van Facebook. En zelfs op iOS heb je tegenwoordig adblockers. Bijvoorbeeld uBlock. Maar goed, dat moet iedereen dus voor zichzelf bepalen. Dat was het eigenlijk. Dankjewel. Misschien voordat we naar wat vragen uit de zaal gaan. Je noemde een aantal andere bedrijven, de KVK, Cambridge Analytica. Alle focus ligt, tenminste zoals ik het gezien heb, maar corrigeren als het niet zo is, vooral op Facebook. Facebook is wat we moeten aanpakken, hè, en waar deze dingen fout gaan. Maar dat hele web van bedrijfjes daaromheen, zie je daar ook dat daar diezelfde ophef of dezelfde kritiek op ontstaat? Of hoe verklaar je dat het vooral op Facebook gericht is? De Autoriteit Persoonsgegevens heeft wel aangekondigd dat ze een onderzoek beginnen naar, of tenminste dat wat de KVK doet, dat waarschijnlijk niet mag. Hmm. Dus die data verkopen, dat is sowieso een breder probleem. Als je een ZZP'er bent, dan krijg je vaak ongevraagd post.
Dat komt omdat ze die data verkopen. Voor 3 cent per regel. Ik had nog een plan trouwens om voor een journalistiek verhaal om die data op te kopen. En dan mensen te targeten van, hey, wij zijn de NOS en we hebben jouw data gekocht. Maar dat vond de hoofdredactie niet. Ja. Kan ik ook wel. Ja, en nu gaan andere mensen het doen, misschien. Ja, misschien wel. Ja. Nou, slecht. Nou, doe het vooral, zou ik zeggen. Ja. Leuk. En jij volgt Facebook. Jij kijkt wat ze doen. En we hebben de afgelopen maand natuurlijk ook in het congres gehoord wat ze zeggen. Maar als je nou kijkt naar hoe Facebook zich ontwikkelt. Een van de dingen die je, wat jij net vertelt, ik vind dat vrij schokkend. Dat op het moment dat er een privacywetgeving komt, dat op hetzelfde moment wordt aangegrepen om die gezichtsherkenning toe te staan. Zie jij dat er een beweging van Facebook is die ook proactief is? Of is het puur reactief op het moment dat er ophef komt of nu die regelgeving? Nou ja, op dit moment komen die ophef en de AVG, dus de Europese privacywet, die komen vrij goed samen. Dus al deze wijzigingen stonden waarschijnlijk al gepland. Ja. In hoeverre dat proactief is, ze hebben altijd wel gelobbyd tegen die wet ook. Dus kijk, als het gaat om privacy, ja, het is niet in Facebook belang. Kijk, het is in Facebook belang om jouw data goed te beveiligen. En want als die ooit uitlekken en we vertrouwen Facebook niet meer, dan hebben ze een probleem. Maar het is niet in hun belang om jouw data zo min mogelijk te gebruiken. En dat is wel iets wat je als rode lijn overal doorheen ziet. Ja. Mijn laatste vraag was over, want we hadden even bij iedereen opgezocht hoe hun Facebook afgeschermd was. Maar bij jou was het vooral je kat Tesla. Maar daar heb je al iets over gezegd. Ja. Gaat het goed met hem? Ja. Okay. We hebben wel tijd voor 1 of 2 vragen vanuit de zaal. Zijn er mensen die zeggen, hier wil ik nog wel iets meer over weten? Of hier had ik vragen over? Rond. Oh ja, ik doe wel iets te vaak met mijn kat eigenlijk in werk. Ja, het is vooral katten, ja. Ik wilde alleen vragen, is het nuttig om iets zoals een VPN te gebruiken om meer privacy te krijgen? VPN is op zich nuttig en het heeft ook wel privacyvoordelen. Maar als jij bijvoorbeeld eerst, en zo zijn trouwens ook wel eens hackers tegen de lamp gelopen. Als jij eerst in een browser gebruik je zonder VPN en daarna met, door cookies kunnen ze alsnog het aan elkaar koppelen. En zo is ook bijvoorbeeld een keer een dedelser tegen de lamp gelopen. Die had tweakers getipt over dat hij een dedelser was. Dat hij hen had gededelst. En dat had hij met een VPN gedaan. Maar hij was ook ingelogd op tweakers op dat moment. Dus ja, oké, dan inderdaad, ze weten die IP-adres niet. Maar ze kunnen door die cookie alsnog achterhalen wie je bent. En dat speelt eigenlijk bij Facebook ook. Ja, dus het is één middel, maar je moet dan ook de rest eromheen. Voor beveiliging is het ook wel goed. Maar het helpt niet per se tegen tracking. Nee. Is er nog iemand anders die zegt, ik kan echt niet slapen als ik deze vraag niet nog even stel. Ja, er ging meteen een hand omhoog. Dat schept mooie verwachtingen. Je zei net bij die instellingen dat je van die, weet je, pixel, daar kon je wat uitzetten. En toen zei je vervolgens dat Google hetzelfde doet. In principe, dat Google ook overal met die pixel aan de hand had. Doen zij in principe hetzelfde wat Facebook doet? Of, want we zijn nu allemaal op Facebook aan het focussen, maar in principe heeft Google ons ook altijd nog te pakken. In principe doet Google heeft ook vergelijkbaar programma, ook met audience sharing gaat iets minder ver volgens mij. Maar in principe doet Google hetzelfde. Ik denk alleen wel, je kunt je afvragen, weet Google meer, weet Facebook meer? Ik denk dat Facebook wel uitzonderlijk veel weet van zijn gebruikers. Veel meer dan veel andere netwerken. Dat komt ook door al die informatie die je ze zelf bewust of onbewust geeft. Ja. En ik ben wel geneigd te denken dat tenzij je ook locatie sharing bij Google aan hebt staan. Wat super nuttig is, want dan kun je... Ja. Google Maps heb je, zegt. Ja, als je daar aan hebt staan dat je altijd... Hè, dus als jij af en toe een melding krijgt van... het is tijd om te vertrekken, want er staat file, weet je. Dan weet Google continu waar je bent. En dan weet Google ook wel uitzonderlijk veel over wat je bent, wat je doet. Als je Google wat minder gebruikt, dan ben ik wel geneigd om te denken dat Facebook meer, meer weet. Waar ben je nu tot slot? Want jij moet ook zo... U had nog een vraag, sorry. Ik zag een... Als je... sociale media onder overheidscontrole zou brengen, zou je dan ander soort betoog houden als je nu gehouden hebt? Dan moet je eerst jezelf afvragen, denk ik, of het een goed idee is om het onder overheidscontrole te brengen. Dat moet iedereen voor zichzelf bepalen, zeg ik dan maar, als brave journalist. Wat bedoelt u precies met de vraag? Nou, ik vind het feit dat die meneer Zuckerberg een private ondernemer is, vind ik zorgelijk. Want hij verdient feitelijk geld aan dingen die van mij zijn. Ja. En als ik met een overheid zou zaken doen, dan zou ik aan die overheid op democratische manier kunnen vragen wat hij ermee gaat doen. Dat kan ik nou niet. Ja, je kunt je ook afvragen, wil je de overheid zo'n wapen in handen geven? Hè? Facebook is best wel actief met het eigenlijk
als de overheid om informatie vraagt bij Facebook, dan geven ze er niet per se gehoor aan. Omdat het ook gaat, juist ook gaat om onze privégegevens. Dus, ja. Dus ik weet ook niet of dat nou per se wenselijk is. Tot slot, want jij moet ook... Wat zegt u, sorry? Ja, ik kan wel hoor. Ja. Facebook is alleen net een publication house. En als jij gaat het gebruiken om te publiceren, dan weet je dat diegene die publiceert voor jou, dan hij moet ook een garantie in hebben. Bijvoorbeeld de gele gids vroeger. Je wilt je bedrijf of je wilt je telefoonnummer voor iedereen bekendmaken. Je maakt gebruik van gele gids. Je weet, de gele gids gaat ook alles dat verkopen. Dus als je maakt gebruik van een aangeboden publicatiehuis, dan kan je niet verwachten dat het blijft privé. Ja, een interessante opmerking daar nog bij. In zekere zin willen we het misschien ook wel delen om elkaar te kunnen vinden en te bereiken. Eigenlijk hoor ik u dat ook zeggen. Ja. Nou, wat wel een ding is, ik vraag me af in veel gevallen of mensen weten dat ze die data delen. Als je mensen bijvoorbeeld laat zien, de locatiesharing op Google is best wel handig. Je krijgt dus echt aanbevelingen op basis van je locatie. Alleen het gevolg is wel dat Google gewoon continu opslaat waar je bent. En als mensen daar bewust voor kiezen, prima. Maar ik denk dat in veel gevallen dat mensen dat niet weten. Ja. En als je dat hen dat ook laat zien, moet je maar vergoogelen op locatiegeschiedenis. Dan krijg je, in heel veel gevallen meer dan je zou denken, krijg je dan te zien waar je de afgelopen 3 jaar bent geweest. Tot slot, wat is nu, want jij bent constant bezig met nieuwe verhalen maken. Wat is nou de vraag waar jij nog tegenaan loopt, waarvan je denkt, daar wil ik nu wel echt antwoord op gaan krijgen of gaan vinden? Hoe ik nog een interessant verhaal over de privacywet kan maken. Want dat is echt super moeilijk momenteel. Ja. Maar om de dag lees je, bedrijven zijn nog niet klaar voor de privacywet. Dus ja, daar kunnen we niet meer mee aankomen, denk ik. Nee. Dat is momenteel de vraag die bij mij is. Maar je bedoelt iets anders, denk ik, hè? Het ligt eraan wat jouw antwoord is. Ja, dat is mijn antwoord, denk ik. Ja, nee, ik ben op zoek naar de gouden graal van Facebook. Ik wil eigenlijk wel weten, als Facebook gebruiker wil ik eigenlijk wel weten, ik wil eigenlijk alle data die ze over me hebben. En niet alleen de data die ik zelf heb achtergelaten, al dan niet bewust. Maar ook de data die ze op basis daarvan hebben gegenereerd. Dus de interesseprofielen. En dat is data die je trouwens ook bij andere internetbedrijven niet te zien krijgt. Ja. Joost, jij moet er vandoor, want jij moet nog ergens naartoe. Ja, we hadden afgesproken tot ongeveer 15:15. Dus ik ga jou heel erg hartelijk danken. Geef hem een warm applaus. Joost Schellevis, dankjewel. Nou, graag gedaan. Wij gaan nu ook het iets verbreden. En we hebben daarvoor een panel samengesteld. En ik ga ze één voor één naar voren vragen. Ons eerste panellid van vanavond is journaliste en juriste Roxane van Ieperen. Ik heb een hele lijst. Ze schrijft voor onder andere, of ze heeft gepubliceerd in onder andere NRC Handelsblad, FD, Follow the Money, Vrij Nederland, Het Parool. Ze won een VOJN Award voor beste journalistieke opinie. Ze schrijft over machtsstructuren en publiek-private partnerships. En zoals ik al zei, ze is voorzitter van de Raad van Advies van het SIDN Fonds, dat initiatieven steunt op het snijvlak van tech en maatschappij. Geef een warm applaus, Roxane van Ieperen. Ja, Roxane, wat hebben iedereen gewoon even, hè, als je iemand niet kent, wat je dan kan vinden. Ja, maar in zekere zin, dat is dan ook meteen mijn eerste vraag aan jou. Jij hamert er heel vaak op dat we ons niet zo moeten blindstaren op dat consumentengedrag. Hè? Wat moet nou persoon? Want jij deelt ook heel veel op social media. Ja. Waar gaat het voor jou om? Wat vind jij belangrijker in deze discussie? Nou, ik vind het belangrijker dat we ons wat meer bewust worden, inderdaad veel breder dan consumentengedrag, is dat er een totaal nieuw universum is gecreëerd. We hebben een hele nieuwe wereld die is opgestaan. Eigenlijk een beetje achter de rug van de meeste politieke leiders om. Hè, het grote debat in de westerse wereld is migratie geweest de afgelopen 5-6 jaar. En terwijl eigenlijk iedereen zich daarop blind gestaard heeft, is achter de rug van ons allen, die niet alleen maar consument zijn, maar ook gewoon mens en burger, en onze politieke leiders, is gewoon een gigantisch nieuw universum opgestaan, waarin bijvoorbeeld Facebook, maar je hebt natuurlijk de Netflixen, de Amazons, de Google of Alphabet, dat zijn de nieuwe wereldleiders. En ik denk dat het veel belangrijker is dat we ons daar, dat we daarover na gaan denken. En gaan bedenken, nou, wat willen we dan in die nieuwe wereld, waarin qua technologie en technologische toepassingen bijna alles mogelijk is zometeen. Maar veel belangrijker, waar verbinding, dus waarin alles en iedereen, data, mensen,
spullen, alles en iedereen met elkaar verbonden gaat zijn, dat gaat een totaal ander mensbeeld, andere verdienmodellen en een andere samenleving. Dus voor jou is het eigenlijk ook veel meer een politieke vraag misschien wel dan een puur privacy vraag of een... Nou, het is in ieder geval de alles overstijgende vraag. Wat voor mensen willen wij zo meteen nog kunnen zijn? Ja. Dat is eigenlijk de vraag. Goed, we hebben 30 tot 40 minuten om dat te beantwoorden. We gaan ons best doen. Je mag lekker gaan zitten. De volgende spreker is... dat klinkt bijna denigrerend, zo bedoel ik het niet, Jan. Zo iemand van de overheid. Hij is VVD Tweede Kamerlid en heeft in zijn portefeuille digitalisering staan. Geef hem een warm applaus. Jan Middendorp. Ja, we konden bij u op zich niet zo heel veel spannends vinden. U luistert naar Classics to Go. Dat konden we vinden. Maar verder heeft u een vrij net opgeruimd profiel. Hoe gebruikt u social media? Hij staat aan hoor, als het goed is. Oké. Ja, hoe gebruikt u social media als u nou deze discussie luistert? Nou, ook als ik niet naar deze discussie luister, dan gebruik ik het sowieso continu. Ja. Ik gebruik het met name natuurlijk voor mijn werk, want ik ben politicus. Dus ik probeer ook transparant te zijn en ik probeer ook te laten zien wat ik doe. Tegelijkertijd gebruik ik het ook om zelf dingen uit te vinden, om met mensen te praten. Ja. En wat doet een politicus die de portefeuille digitalisering in zijn portefeuille heeft? Nou, ik doe met name digitalisering van de overheid. Dat is mijn woordvoerderschap. En die is dus heel erg bezig met eigenlijk drie dingen. Wat ik altijd noem ICT. Dat zijn gewoon de projecten van de overheid om te digitaliseren. Maar dan gaat het om dingen als de basisregistratie personen. Dat is gewoon een project van de overheid, dat moet goed gebeuren, dus de Kamer controleert dat. Wat ik ook doe, en dat is nu heel actueel en daarom ook heel interessant om hier te zijn, is inderdaad hoe kan de overheid gebruik maken van bijvoorbeeld social media. Zelf om te praten met mensen in het land. Ja. En wat ik ook doe, en dat is nou nog beter om hier dan vanavond over te praten, dat heeft te maken met hoe kan de overheid eigenlijk zelf algoritme big data gebruik. Tot slot, voordat we naar de laatste gast gaan. Als u het dan een beetje zou moeten platslaan, is dan een bedrijf als Facebook, is dat dan een bondgenoot voor de overheid? Of ziet u dat op dit moment ook vooral als een bedreiging? Ik denk dat heel veel wat Facebook doet, dat wordt gewoon door, wat ik net zei, politici die op campagne zijn ook gebruikt. Ja. Het is een heel nieuw iets wat eigenlijk 20 jaar geleden niet bestond. Dus het is een heel nieuwe manier waar ook de overheid natuurlijk in haar dagelijkse werk gebruik van maakt. Ja, we moeten er iets mee. Zeker. Ja, ja. Ga lekker zitten ook. Ja. Onze derde gast is Peter Minkjan. Hij helpt als digitaal stratege al sinds 2010 bedrijven met de zakelijke inzet van Facebook. Hij is oprichter van het Facebook marketing platform Likeonomics. Als we naar uw Facebook gebruik kijken, dan gebruikt u het volgens mij. We zien onze andere sprekers hier ook. Ja. U gebruikt het ook ter promotie vooral. Ja. Nee, ik ben zelf veel meer zakelijk actief dan privé. Ja. En het is niet wat soms mensen wel denken, dat ik de hele dag alleen maar op Facebook dingen plaats. Nee, nee. U bent voor uw werk natuurlijk ook afhankelijk van Facebook, of in ieder geval u gebruikt het. Als u dan de hele discussie over de schandalen die de afgelopen maand is losgekomen, wat is dan de gedachte die bij u blijft hangen? Ten eerste is denk ik dat Facebook eerder een symptoom is dan de oorzaak. Dan moeten we ons eerder afvragen van vinden wij het goed en in welke wijze vinden wij het goed dat er bedrijven zijn die aan persoonsgegevens geld verdienen door middel van advertenties. Ik vind dat op zich goed. Dat is niet vanwege mijn werk, maar ik vind waar ik me wel eens aan irriteer van als jij er niet voor betaalt dan ben jij het product en dat moet dan heel erg zijn. Maar als ik zeg, ja, dat is hetzelfde, dat nu.nl doet het ook. En er is niemand die zegt van nu.nl is evil. Ja. Want ze verdienen geld aan mijn advertenties. Of de gratis krant Metro verdient ook geld aan het geheel. Er is niemand, dat mag je niet meer lezen, want daar moet jij voor betalen. En Facebook moet met een abonnement gaan werken, wat nooit en ten nimmer zal gaan werken. Facebook is het bekendste, maar er zitten heel veel schimmige partijtjes achter die profielen verzamelen die wij geen eens kennen. Of tenminste de meeste niet. En het is eerder de vraag, hoe gaan we daarmee om? Zoals Cambridge Analytica dan eentje was die we nu kennen. Ja. Nou, maar er zijn er veel meer. Er zijn heel veel van die appjes en die zijn gewoon allemaal opgekocht door van die databoeren. En die maken dan profielen aan. En, doen mee. Dus ik denk dat we daar veel meer moeten hebben van, nou,
het is goed, maar onder welke regels kunnen we dat doen? Dat we wel met advertenties kunnen doen, maar zonder dat het heel creepy wordt en heel ontransparant. Ja. Ga lekker zitten ook. Misschien om de discussie een beetje iets scherper te maken. Roxane, je heeft eigenlijk net al een mooie overview gegeven van die nieuwe wereld die eigenlijk bovenop ons gelegd wordt nu en waar we ons toe moeten verhouden. Hè, die techbedrijven en et cetera. Waar staan wij nu? Zeg maar, hebben wij al de eerste slag verloren, zeg maar? Lopen wij achter de feiten aan rondom onze data, privacy? Of ja, is dit eigenlijk een... Natuurlijk, nee, we lopen volledig achter de feiten aan. Wat natuurlijk helemaal niet zo gek is, want het is nieuw. Het is ook waanzinnig, hè, wat er gebeurt, laten we wel wezen. En we zijn zeker aan het begin nog van dingen die tot iets veel groters gaan uitgroeien. En er gaat nog van alles gebeuren. En daarom ben ik ook zo wantrouwend naar deze twee heren eigenlijk. Die symboliseren voor mij in ieder geval de werelden waar ik met groot wantrouwen naartoe kijk. Jullie niet persoonlijk. Maar natuurlijk maar aan de ene kant... van de overheid? Nou, gewoon werelden die grote mate van macht in zich geconcentreerd hebben. En dan eigenlijk nog meer naar jou dan naar jou. Nee, niet naar jullie persoonlijk natuurlijk. Nee, maar ik bedoel, Facebook hebben we het over de schaal van groter dan China aan gebruikers. En de Nederlandse overheid ook heel leuk natuurlijk. Maar ik denk dat we het meer moeten gaan zien als een heel groot vraagstuk wat in gezamenlijk verband aangepakt moet gaan worden. Ja. Maar ik ben vooral inderdaad heel wantrouwend naar de grote machtsconcentraties die nu plaatsvinden. En een beetje huiverig voor al die overheden. Wat jij ook net zei, van we willen ook gebruik gaan maken van algoritme. Een beetje huiverig voor die overheden die eigenlijk nog helemaal niet de kennis hebben om boven die private ondernemingen al qua kennis echt te snappen wat die allemaal doen, maar al wel op die trein willen springen en mee willen doen. Ja. Ik denk dat dat nog niet de taak is die zij hebben nu. Dat is eigenlijk een hele concrete opmerking, hè? Die hoor je wel vaker. Astrid Oostenbrug was voormalig Tweede Kamerlid van de PvdA. Die is er uitgegaan en die is er ook wel vaak geweest en die zegt, ik moet heel eerlijk zijn, in de Tweede Kamer is er gewoon, en ook in de commissie bijvoorbeeld digitalisering, is er gewoon weinig kennis. Of in ieder geval niet voldoende kennis ten opzichte van die bedrijven om op een goede manier hiermee om te gaan. Is dat iets wat u herkent? Of? Nou, ik probeer zelf een bijdrage te leveren aan meer kennis. Er is geen commissie digitalisering. Dus je zit in een groep met mensen die BZK doen. Maar het punt is dat het is gewoon heel nieuw inderdaad, nog steeds. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er wel veel meer kennis komt. En daarom ben ik ook niet zo argwanend tegen overheden die ambities hebben om zelf met algoritme beter beleid voor mensen te gaan maken. Eén, omdat je door bijvoorbeeld gebruik te maken van big data, wat Facebook ook gebruikt, dingen kan registreren of een vuilnisbak vol zit of niet. Ik zeg maar even iets heel simpels. Dat gebeurt overigens in Leiden. Maar twee, omdat je ook daarmee kennis en kunde opdoet om wel zelf gebruik te maken van nieuwe technologische methoden. En inderdaad regulering te doen. Want een privacywet die er nu aankomt op 25 mei, die is echt wel heel belangrijk en die heeft echt wel impact. Daar moet je dus ook kennis van hebben van die hele nieuwe wereld die Roxane beschrijft. Ja. En als ik hem even af mag maken, want ik denk dat eigenlijk zie je dat in die nieuwe wereld dezelfde problemen die we vroeger hadden enorm versterkt zijn. We hadden al privacy is al genoemd, maar monopoliemacht is volgens mij ook al genoemd door jou. Regels. We hebben voor al die dingen al regels, maar die zullen we aan moeten passen. Ja. En daar heb je kennis en kunde voor nodig. Ja. Peter Minkjan, aan de andere kant, hè, het wantrouwen richting mensen die hun geld verdienen met Facebook. Dat is niet voor het eerst dat u dat hoort, denk ik. Dat hoort u misschien wel eens vaker op een verjaardag. En ik ben juist ook nog wel zelfs redelijk kritisch. En ik denk ook niet dat we dat het bedrijfsleven evil is. Want het is gewoon een groot deel van de maatschappij. Ik denk dat er een methode moet kunnen zijn waarbij we het bedrijfsleven gereguleerd zijn gang kunnen laten gaan. En eigenlijk is de vraag, vinden wij het oké om, of een van de vragen, vinden wij het oké dat bedrijven geld verdienen aan gerichte advertenties?
En zo ja, onder welke regels? Nou, die regels zijn er in Amerika niet. Het zijn Amerikaanse bedrijven, die zijn ze heel los in. Dus dan zullen we dat op Europees niveau moeten gaan regelen. Dat kunnen we als Nederlandse overheid ook lastiger doen. Ja. Maar ja, er zijn ook wel positieve dingen aan social media. En dat hebben zij ook wel benoemd. Alleen ik denk dat dat zeker niet... Kijk, het bedrijfsleven wil alleen maar gewoon zijn producten verkopen, geld verdienen. Maar verwacht van het bedrijfsleven geen enkele moeite om met regels te komen om dat aan banden te leggen of andere zaken. Maar om het dan, zeg maar even, want we lopen een beetje het risico in de discussie dat we eroverheen scheren. Dat we het over heel veel de nieuwe wereld hebben, maar wat is die nou eigenlijk? U zegt het bedrijfsleven wil geld verdienen. Ja. Is dat de waarde die we nu moeten hebben om die nieuwe wereld in te stappen? Of welke waarde moeten wij dan nu inbrengen in onze huidige discussie om... ervoor te zorgen dat die nieuwe wereld die op ons afkomt, die Roxane beschrijft, in goede banen te laten leiden. Want het lijkt mij, en corrigeer me als het niet zo is, dat alleen geld verdienen daarbij niet zaligmakend is. Ook niet voor het bedrijfsleven. Oh nee, zeker niet. Maar wat heel belangrijk is dat we echt scherpe regels hebben van persoonsgegevens. Die zijn van mensen, niet van bedrijven. Maar die mogen zo ondergevers met toestemming gebruiken voor advertenties als we dat zouden willen. En dat wordt nog veel uitgebreider, want nu komen er straks slimme speakers op, VR-brillen, gezichtsherkenning komt er straks bij. Als je zo'n Oculus-bril op doet, gaat Facebook je straks vragen van wat voor lichaamsbouw heb je om te simuleren. Weten ze hoe jij er eigenlijk nog meer uitziet. Dus daar zullen we echt met scherpe regels moeten komen en duidelijke regels. Maar verwacht niet van het bedrijfsleven initiatief van wij gaan dat wel doen. Dat moet echt van de overheid komen. Ja. Roxane, de GDPR, die nieuwe privacyregelgeving, komt erdoor. We horen een overheid die zegt, als ik dan even de overheid Jan Middendorp noem, die zegt, we moeten op een goede manier ermee omgaan, waarbij we ook die rechten waarborgen. Het klinkt eigenlijk alsof we allemaal op zoek zijn naar hetzelfde. Ja, zo klinkt het wel, maar daar ben ik het toch niet mee eens. Om even concreet, want je zegt al, anders scheren we over alles heen, wordt het zo abstract en daar hebben we ook niet zoveel tijd voor. Maar om bijvoorbeeld heel concreet mijn bezwaren tegen het gebruik van, even heel zwart-wit, want ik denk er natuurlijk genuanceerder over, maar waarom ik tegen het gebruik van algoritme door de overheid zou zijn. Dat is eigenlijk de paarse krokodil en de hoge snelheidslijn. Als we even de paarse krokodil die iedereen wel kent, hè, de extreme bureaucratie waar je soms tegenaan kan lopen. Neem dan een algoritme. Dat ziet iedereen als heel gek, als iets wat ontzettend objectief en neutraal is. En eigenlijk gewoon een hele slimme computer. Terwijl een algoritme eigenlijk gewoon een dom mens is. Dus als je als overheid een algoritme zou gebruiken, een overheid die bijvoorbeeld op bepaalde gebieden al nogal paarse krokodilgedrag vertoont. Neem bijvoorbeeld een leerplichtambtenaar. Die heeft een hele regio waar die moet kijken of leerlingen aan het spijbelen zijn. En dan laat je dan op een gegeven moment, nu doet hij dat op zijn onderbuik of op zijn ervaring, dan laat je dan landelijk een algoritme op los. Dus je zegt, in de Schilderswijk heb je daar, en dan ligt daar bijvoorbeeld een hele goede wijk ligt daarnaast. Hier heb je postcodes met gezinnen, met een aantal probleemgezinnen. En daar heb je, ik hoef het verder niet uit te leggen, iedereen begrijpt wat er in zo'n algoritme komt te staan. En dat algoritme gaat dan die leerplichtambtenaar naar bepaalde specifieke postcodes sturen. Waar dus de kans groter is dat jij in een gezin zit en stomme dingen aan het doen bent. Die belt dan ook echt meteen de dag dat jij spijbelt. Dus kinderen die hartstikke in een hartstikke goede buurt wonen, die zijn aan het spijbelen, maar die krijgen die week helemaal niemand langs. Iemand op een verkeerde postcode krijgt meteen de ochtend daarna iemand langs. Dus wat krijg je dan? Je krijgt dan ook nog een soort self-fulfilling prophecy, namelijk de pakkans wordt groter. Dus tweede kinderen die misschien wel, het kind in de goede wijk, wat misschien wel een draak van een jong is, en het kind wat in een gezin zit op een verkeerde postcode, wat toevallig, de pakkans wordt groter. En vervolgens heb je niemand om aan te klagen, wat je vroeger wel had. Want iedereen kan zeggen, het was het algoritme. Dit zie je ook al in de rechtszalen. Dat mensen ook daar dus, zodra je dus dan wil gaan klagen bij de paarse krokodil, die dan inmiddels een paarse dinosaurus is geworden, dat dan iedereen zegt, ik weet niet wat het algoritme was wat hiertoe heeft geleid. Dus we weten eigenlijk ook niet zo goed hoe we bezwaar moeten maken. Ja. Daar zit eigenlijk een paar dingen in. Jan Middendorp, er zit in aan de ene kant dus die mogelijkheid tot bezwaar. Of sterker gezegd het verschuilen achter het algoritme. Het is dus niet waardenvrij. Er is niets objectiefs of neutraals aan. Algoritmisch profileren is het eigenlijk met die leerplichtambtenaar. Die de ene wijk dan wel ingaat en de andere niet. Hoe luistert u daarnaar? Want
Nou, veel van wat hier beschreven is, is verboden. Want met zulke rechtsconsequenties mag je niet zomaar op een computer... Nou, dit gebeurt mag je niet zomaar op een computer je verlaten. Dus ik wil het in ieder geval niet. En ik heb ook schriftelijke vragen gesteld over algoritmes in rechtszaken, et cetera. Nou, dat is een hele discussie, ook weer een heel nieuw gebied. Maar ik denk dat het veel te snel is om dan te zeggen... ja, ik wil niet dat de overheid algoritmes gebruikt. Want ze doen het al op heel veel terreinen, dus vuilnis ophalen en zo. Het voorbeeld wat gegeven is natuurlijk heel scherp. En het gaat ook om eigenlijk discriminatie, et cetera. En allerlei soorten van profileren die niet mogen. En die niemand ook in Nederland wil, volgens mij. Hmm. Maar ieder algoritme heel discrimineert veel... natuurlijk in zich. Ja, dat... en daarom was mijn laatste punt ook dat er een menselijke handeling bij zit. En waar zit die dan, die menselijke handeling? Bijvoorbeeld in bijstandsfraude, waar ook vormen van algoritme bij gebruikt worden. Of big data, want dat is aan elkaar verbonden. Bepaalde dingen die mogen niet eens computergestuurd. Die onderzoekers wel mogen als ze gewoon zelf op Facebook gaan kijken. Ja. En ik denk dat een menselijke handeling, om een voorbeeld te geven... dat je niet automatisch iemand een brief kan sturen dat je hem aanklaagt, zal ik maar zeggen. Maar dat daar altijd een rechercheur naar moet kijken. Ja. Dat is een voorbeeld. Maar je kan het met die vuilnisbak, kan je ook die menselijke handeling weer voorstellen. Dat niet een vuilnisbak geleegd wordt op basis van een algoritme, big data, dat er nooit iemand naar heeft gekeken. Dat elke dag dezelfde vuilnisbak geleegd wordt, omdat een klein rotjongetje uit de buurt met de klep heen en weer gaat. En waardoor die lijkt alsof hij vol is. En hoe kijkt u dan er tegenaan? Want er zijn heel veel techbedrijven, hè, dat lees je Wouter van Noord, dat de NRC mooi beschreven, die zeggen rondom publieke zaken kunnen wij dat misschien wel beter dan de overheid doen. We hebben net het erover gehad dat we qua kennis enorm ons best doen om dat zo goed mogelijk in te halen als overheid. Hoe staat u tegenover die samenwerkingen? Ja, nou, ik denk dus wel inderdaad, en daarom is mijn pleidooi, volgens mij zeggen we dat allebei, ik zeg in ieder geval dat de overheid met kennis en kunde hiermee aan de slag moet. Omdat als we helemaal niks gaan doen, dan is het makkelijker om via Google je persoonsgegevens te zoeken dan via de overheid die daar een traditionele taak heeft. Ja. Peter Minkjan, kunnen bedrijven nog zonder Facebook? Want vaak hoor je ook in discussies dat we zeggen... ja, misschien moeten we dan Facebook opheffen... of als we met z'n allen ervan afgaan, dan is Facebook er niet meer. Absoluut zonder Facebook. Ja? Heel veel bedrijven doen het ook niet zo heel goed op Facebook. Dus als ze ermee stoppen, dan heeft waarschijnlijk niemand het door... behalve degene die... Dat is ook een beetje wat Joost net zei. Soms zijn ook de algoritmes of wat we doen ook niet zo slim. Nee, en als je nu... publiciteitstechnisch uit de hoek wil komen, zeg je, nou, we stoppen met Facebook helemaal. Dan krijg jij, dat is ook helemaal goed. Uiteindelijk gaat het gewoon om of je product of dienst goed genoeg is. Het helpt, het kan je wel helpen om de juiste doelgroep te bereiken. Er zijn wel voordelen aan om dat te gebruiken, maar bedrijven kunnen absoluut zonder Facebook. Ja. Roxane, ik zag je een beetje moeilijk kijken. Of ja, ik vind het te makkelijk. Ja, okay. Nee, dit is nou juist... en ik wil niet dat Facebook als voorbeeld nemen... want het gaat inderdaad, wat jij zegt, is een symptoom. Het gaat gewoon om Facebook-achtige, hè, gewoon de nieuwe wereld. Ja. We nemen dan Facebook als voorbeeld. Maar niet als de... ik vind dat niet de grote boeman in het verhaal. Maar als je bijvoorbeeld Facebook neemt in dit nieuwe systeem... zie je dus, je had het net ook bijvoorbeeld over mededingingsregels... oude mededingingsregels, je ziet dus een verschil. En dat heet dan de network effect. Is dat je in de concurrentie onderling... had je vroeger nog wel van, nou, laat, dan ga ik van zoiets als Facebook af... want dan ga ik op, Snapchat. Ja, ik ga op iets anders. Hè? Als je bijvoorbeeld Ford het ene jaar best wel veel auto's had verkocht... dan was de kans groot dat General Motors dat jaar ook veel auto's had verkocht. Dus je had dan machtsconcentraties die gelijk opgingen. Nou, de network effect is eigenlijk dat je, als op een gegeven moment een balletje gaat rollen... en mensen hebben bijvoorbeeld Microsoft Windows... dan, dat heb je allemaal wel eens meegemaakt... dan krijg je op een gegeven moment bestanden toegestuurd... en dan kun je wel zeggen, ja, maar dat wil ik niet hebben... of dat kan ik niet hebben. Dat gaat op een gegeven moment niet meer, want dan functioneer je niet meer. Nou, Facebook en een heleboel van dit soort bedrijven... werken eigenlijk een beetje hetzelfde. Dat als je zegt, ik wil niet meer op Facebook... dan ga je merken dat je een heleboel andere functionaliteiten... in je dagelijkse leven, waarvan je eigenlijk niet eens waarschijnlijk door had... dat die via... maar ik noem maar bijvoorbeeld een artikel in het NRC of zo open... of bij de Telegraaf of waar dan ook. Dan staat er meteen, wilt u in de... nou, ik noem maar een paar kleine voorbeelden. Het is dus niet meer zo simpel om zomaar... volgens hoe eigenlijk oud mededingingsrecht in elkaar zit... is we gaan een aantal goede concurrenten tegenover elkaar zetten. Dan heb je als
consument heb je keuze. Dat is dus in deze nieuwe wereld bijna niet meer mogelijk. Dus daar moeten we ook, vind ik, als overheid, daar moet je ook over nadenken. Laten we dat dan doen, zeg maar nog. Hoe gaan we dan die nieuwe wereld vormgeven? Hoe gaan we dan nu, want we hebben allemaal bezwaren over tafel gehoord. We hebben problemen gehoord waar we mee zitten, waar we te kampen mee zitten. We hebben eigenlijk 3 partijen aan tafel die allemaal een verschillende kant in het spectrum vertegenwoordigen. Hoe kunnen wij nou dan concrete interventies nemen? Bijvoorbeeld die privacywetgeving die er nu is. Die is een hele goede zaak. Dat is een goede stap. Daar moeten we meer van dat soort dingen doen. Je ziet nu pas dat bedrijven echt actie ondernemen. Ja. Het mag niet. Dus dan er kunnen boetes komen. Ja. Ik ben alleen bang dat er straks 2 mannen en een paardenkop erachteraan gaan om boetes uit te delen. Ja. En dat dan iedereen denkt, het hoeft niet. Dus dan gaan we weer laks op doen. Maar waar moeten we het primaat op leggen? Is dat op die overheid? Is dat op die consument? Of is dat op het bedrijf? Om die verandering vorm te geven. Om verandering te krijgen? Ja. Denk ik dat de enige... Van het bedrijf verwacht ik niks, want Facebook wil gewoon meer geld verdienen. Dus die gaan echt niet tegen hun eigen verdienmodel in zeggen van... weet je wat, we doen dit wel niet. Of Google of LinkedIn of Twitter, die gaan dat niet doen. Burgers zijn redelijk verdeeld. Dus ik gok dat daar de overheid en dan op een hoger niveau, de Europese Unie... alleen sterk genoeg is om daar wat tegen te zeggen. Alleen de Europese Unie, dan bedoel je ook ten opzichte van Amerika of... Absoluut. Nederland is al te klein om dat alleen te doen. Ja. Nee, maar ik bedoel, de Europese Unie is misschien ook wel belangrijker daarin dan de Verenigde Staten of... Ja, als wij... Ja. De Verenigde Staten gaat natuurlijk niet over de Nederlandse burger. Dus, daar, maar in de Verenigde Staten heerst een hele andere moraal over privacy. Ja. En die zullen ook nooit tegen hun groeibriljante... want de techbedrijven groeien het hart van de hele Amerikaanse economie... zullen ze nooit zeggen van dat mag niet meer. Ja. Dus ik gok echt dat we het op Europees niveau een vuist moeten maken. Ja. Als we op Europees niveau een vuist maken... wat zijn dan de belangrijkste toetsstenen die u dan graag aan die bedrijven... op wilt leggen of aan die technologieën die hier opkomen? Nou, ik denk dat het belangrijkste is om innovatie, nieuwe techniek een kans te geven. Dat gebeurt nu, denk ik. Ik denk dat je mensen zelf moet laten kiezen voor een heel groot gedeelte. Er moet ook transparant door die bedrijven gewerkt worden. En ik denk dat je mensen ook moet beschermen tegen misbruik. Maar mensen moeten kiezen waarin? Joost heeft ook uitgebreid uitgelegd hoe je zelf kan zien steeds meer. Het wordt steeds transparanter wat het techbedrijf met jouw data doet. Je moet ook zelf kunnen kiezen of je het wel of niet wil gebruiken. Dat soort dingen moet je denk ik, dat zijn de toetsstenen die ik zou willen gebruiken. Maar goed, het is nog steeds zo, om het even heel simpel te maken, dat al die privacyverklaringen, dat blijft een enorm takkenwerk om daar doorheen te scrollen. Hoeveel mensen doen dat? Niemand. Zegt u dan, ze hebben aan hun plicht voldaan en dat is genoeg? Of moet daar dan toch meer stappen ingezet worden? Nou, er komt nu binnenkort een nieuwe wet die echt vrij groot is. Mm-hmm. Ik heb die verder niet behandeld, maar ik denk dat ik verwacht daar wel iets van, meer van dan niemand gaat het doen en niemand gaat erachteraan. En als ik zo zelf zo een beetje kijk hoe bedrijven daar nu mee bezig zijn om zich voor te bereiden en ook de toezichthouders, dan verwacht ik ook dat er een heleboel gaat gebeuren. Ja. Ja, Roxane? Nou, verwacht ik niet. Maar dat komt ook omdat de toezichthouder zelf ook wel redelijk ambivalent is in hoe ze deze wet gaan hoe ze daar toezicht op gaan naleven. Ze zeggen aan de ene kant, we gaan heel streng zijn en we gaan bedrijven heel erg controleren. En aan de andere kant kunnen ze dan een dag later, hebben ze weer gezegd van... we gaan natuurlijk wel redelijk soepel ermee om, want we begrijpen wel dat het voor iedereen wennen is. Dus dat valt echt nog te bezien. En het is ook natuurlijk echt een klus waar je u tegen zegt. Ja. En nogmaals, ik blijf ervoor pleiten dat de overheid echt een stap terugneemt in deze toch beginfase van iets wat enorm groot en hectisch kan worden, waar inderdaad, wat jij terecht zegt, bedrijven natuurlijk niet de taak hebben, de primaire taak, hoewel ze dat wel zeggen, Zuckerberg of de CEO van Google, die zegt we're here for a sustainable, more sustainable world, en Zuckerberg zegt we zijn hier voor community en verbinding. Daar geloof je helemaal niks. Dat die naïviteit nou alsjeblieft varen, want dat is gewoon niet hun taak. Hun taak is winstmaximalisatie, aandeelhoudersbelang, en de primaire taak van de overheid is natuurlijk, is het leuk om op al die kleine dingetjes mee te liften. Maar de primaire taak is vooral
zorgen dat we nu niet weer onderdeel van iets worden. We hebben de fossiele industrie ook gezien. Daar zitten we nu vuistdiep bij in. Waardoor we eigenlijk niet eens aan die energietransitie toekomen. Nee, laten we nou afstand houden. En vooral inderdaad veel kennis opdoen. En boven die materie gaan zitten van waar willen we nou de komende 10, 20, 50 jaar naartoe. En dat sluit niet uit wat jij ook zegt. Meedoen daar waar je denkt dat dat opportun is. Ja. Die nieuwe wereld wordt misschien wel zo belangrijk dat social media bijna een soort nutsvoorziening is waar we in gaan moeten voorzien. Is dat niet dan ook een overheidstaak? Dat hoor je nu af en toe, hoor je misschien moeten we een nieuw soort social media doen. Dat kan opnieuw Hive zijn, dat kunnen andere vormen zijn. Je zou ook als overheid kunnen... Waarom zou Hive beter zijn dan Facebook, omdat het Nederlands is? Nou, je vraag impliceert een beetje dat dat niet zo is. Nee, dit is de vraag van, moeten we als overheid social media gaan aanbieden? Nee, dat lijkt mij geen overheidstaak. Ik denk dat we wel regels moeten aangeven van wat technologieën en social media bedrijven wel niet mogen. Ja. Een van de dingen die ze nu doen en waar ik heel erg op tegen ben, is ook het profielen aanmaken van mensen die geen lid zijn van het netwerk. Dat zou gewoon eigenlijk heel strikt op mogen zeggen van, prima dat jij profielen aanmaakt in interesses, want mensen kiezen ervoor om jouw product te gebruiken. Maar als je er niet voor kiest, dan heb jij geen recht om een profiel aan te... Doe je daarmee dat die pixel eigenlijk dan verboden moet worden? Nou, die pixel, bijvoorbeeld de app Nexus noemt het al wel. Dat is een ander advertentiebedrijf. Die heeft zelf regels gezegd, na 90 dagen halen we standaard de browsergeschiedenis weg van mensen. Wij baseren het op 90 dagen browsergeschiedenis. Dat doen Facebook en Google doen dat niet. Die doen van jarenlang doen ze dat erbij. Dus dat soort regels zou je wel kunnen zeggen. Je mag maar van 90 dagen... pixels doen en alleen van mensen waarvan je toestemming hebt, dus die lid van jouw netwerk zijn. Ja. Ja, ik wil het niet ingewikkelder maken, maar ik denk dat het punt ook is, en dat is een beetje onderbelicht, dat het hoeft niet zo te zijn dat de overheid zelf social media aan gaat bieden. Maar ik denk wel dat de overheid met al die kennis en kunde die ze dan op heeft gedaan, want daar zijn we het volgens mij allemaal over eens, die moet je overheid gewoon hebben. Want er komen zoveel nieuwe dingen aan, daar moet op een gegeven moment ook al zeggen, ik doe niks, moet je dat kunnen onderbouwen. Maar ik denk dat wat een beetje onderbelicht is, dat we ook moeten zorgen dat kleine nieuwe bedrijven misschien iets aan kunnen bieden waar mensen dan liever gebruik van maken dan een ander bedrijf wat hier al een paar keer genoemd is. Je moet wel zorgen dat je met alle regels die je maakt, dat je niet die bedrijven ook al voordat ze nog maar bestaan uit de markt drukt. Bedoel je daar eigenlijk mee dat bijvoorbeeld die privacywetgeving die er is, dan kan Facebook, die hebben een heel team om dat allemaal te regelen, maar die kleine ZZP'er die nu ook allemaal bestanden moet gaan aanleggen, die maken het daar misschien ook wel moeilijk mee? Nou ja, ik bedoel dat inderdaad grote bedrijven die er al zijn, die kunnen meer dan bedrijven die er nog niet zijn. Dus je moet, we spreken hier nu over allerlei nieuwe regels mogelijk. Als je die gaat maken, dan moet je wel zorgen dat je nog steeds andere bedrijven toegang verleent tot de markt. Ja. Maar dan hoef je niet zelf als overheid de social media op te gaan richten. Nee. Daar wil ik even. Krijg je waarschijnlijk ook echt een heel slecht werkend social media netwerk. Die op vrijdagmiddag bij elkaar kan porren. Ja. Ik zie daar een vraag. Ja, Peter, je zei in het begin, ik zie het echt niet zitten als er een betaald netwerk zou komen. Dat gaat gewoon nooit lukken. Zou het nou wel kunnen dat bijvoorbeeld de Europese Unie over 8 jaar met het idee komt, we verplichten een vrije keuze voor elke gebruiker om of betaald en dan geen tracking en geen advertenties, of gewoon standaard. Dat zou gratis, zeker, een soort freemium model, dat zou wel werken. Zou dat denk je ook kunnen? Zou Facebook daar ook in akkoord kunnen gaan? Nou ja, akkoord, ze hebben niet een keuze als de Europese Unie. Ja, toch legt, maar ga maar eens naar. In Nederland hebben we 10 miljoen Facebook gebruikers. Ze hadden zo'n 200, 300 miljoen omzet op, dus dat betekent dat ze 20, 30 euro grofweg pakken per jaar. Lang niet iedereen gaat betalen, dus als je dat doet, wie gaat er 30 euro per jaar betalen? Meer voor zoiets als Facebook. Het zijn hele korte, snackable momentjes zonder echt toegevoegde waarde wat dat betreft. Abonnementsmodel werkt alleen voor diepgaande grote stukken. Dus ik zeg Vrij Nederland, De Correspondent, dat soort partijen gaan werken. Alle uitgevers die proberen met snackable content, wat je overal kan doen, gaat falen. Linda TV moest je 3 euro betalen om al het nieuws wat je toch al op Facebook zag in een aparte app te doen. Dat gaat niet werken. Dus dat is ook geen oplossing. Maar je moet het wel. Ja, maar ik denk dat de keuze dat voor een bedrijfsleven is. Ik denk niet dat jij tegen Facebook kan zeggen, jij moet zo jouw werk in, zo jouw dienst eruit gaan maken. Dat is denk ik niet de taak. Ja. Ja. Ja, hiervoor. En dan kom ik naar u.
Wat moet de balans worden van privacy voor het bedrijfsleven en privacy voor de overheid? Met de WIF en dergelijke. Hoe bedoel je dat? Kun je me iets langer uitleggen? We hebben de sleepwetreferendum vrij recent gehad. En daar waren de meningen heel verdeeld over. Maar als het gaat over privacy voor Facebook, is iedereen het er wel mee eens dat privacy slecht bezig is. Hoe moet de toekomst er worden voor de overheid die wel gegevens kan verzamelen in vrij grote hoeveelheden? Je zegt eigenlijk de overheid doet misschien al meer dan die bedrijven doen. Dus waarom zouden die dan die bedrijven reguleren? Nou, ze hebben wel de rechten ertoe. En hoe moet dat eruit komen te zien? Ik vind wel dat we een interessant panel hebben om dat te... Ja, mooi. Ja. We gaan de sleepnet ook nog even behandelen. Ja, laten we hier even een rondje maken. Dat vind ik een goede vraag. Roxane, misschien zou jij wel beginnen? Of wil jij beginnen, Peter? Over sleepnet? Nee, maar over eigenlijk is de vraag iets dieper. Ja. Hè, over de overheid en hoe die dan zijn privacy ten opzichte van de privacymogelijkheden van een bedrijf zou moeten doen. Mogen die meer, mogen die minder? Wat moet daar de afwegingen zijn? Nou ja, het is echt een enorme vraag, ja, hoor, die je nu stelt. Hoe moet ik hier een genuanceerd en goed antwoord op geven? Ja, jij begint, dan heeft de rest bedenktijd. Ja, nee, inderdaad. Nou, kijk, de overheid doet het ook deels om de wereld veiliger te maken. Je mag je alleen afvragen of het proportioneel is wat in die wet staat om het doel te halen. Waar het om gaat is, denk ik, ook gewoon in deze zaak, is vooral transparantie. En dat je ook gewoon de techbedrijven, maar ook de overheid zegt, welke gegevens verzamel je en waarom? En bij bedrijven zeggen, ik wil ermee stoppen dat je die persoonsgegevens weg kan halen. En dat ze daar niet meer mogen gaan. Ja, Roxane, hoe zie jij de verhouding tussen wat een overheid mag en wat een bedrijf mag ten opzichte van de privacy van... Nou, wat je heel goed moet onderscheiden, en dat is eigenlijk de afgelopen decennia, is dat steeds meer komen te vervagen, is dat de private wereld eigenlijk altijd onder de overheid moet hangen. En dat is een beetje weggegaan in die zin, of nou ja, eigenlijk nogal veel. Goed voorbeeld, wel een beetje sensationeel voorbeeld, maar even om het meteen neer te zetten. Afschaffing dividendbelasting, niemand begrijpt waarom. En iedereen zegt, ja, dat is gewoon een lobby van de private wereld geweest. Nou, wat je in ieder geval gewoon altijd in je achterhoofd moet houden bij dit soort grote vraagstukken is, de overheid zou het overkoepelende welzijn van alle burgers altijd in het oog moeten houden. Dus ook burgers die niet bijdragen omdat ze dat niet willen, omdat ze buiten de samenleving staan of omdat ze ziek zijn of omdat ze kwetsbaar zijn. Dus dat is de overheid. Het bedrijfsleven, die heeft een hele andere doelstelling. Die heeft gewoon winstmaximalisatie als doelstelling. Dus die denkt in consumenten. Die denkt niet in, jij bent een kwetsbare consument. Je bent gewoon een consument of niet. En hoe kan ik ervoor zorgen dat je meer van me koopt? En die overheid moet daar gewoon altijd controle over houden. Ja. En ik denk dat dat een van de grootste uitdagingen wordt in deze nieuwe wereld. Omdat je ziet dat de voorsprong die de private wereld nu heeft op dit onderwerp, op overheden wereldwijd, waarbij natuurlijk die hoorzitting van Zuckerberg in Amerika nogal exemplarisch was. Ja. Ja, dat baart mij wel zorgen. Je bedoelt met die senatoren die vroegen hoe je kan mailen via WhatsApp. Dat is echt de oude wereld die vragen stelt aan een wereld die al lang realiteit is, waarin mijn kinderen die kennen niet anders. Ja. Ik ben nog gespleten in die twee werelden. Mijn kinderen die kennen niet anders meer dan dit nieuwe universum. Ja. Jan Middendorp? Ja, ik hoop dat ik het tot nu toe een beetje goed doe, wat dat betreft. Hè? Want ik denk er is wel een verschil in die zin. De overheid gaat voor het collectief, dat is al genoemd, dus daar ging ik het over doen. Het is wel zo, het bedrijfsleven niet. Daar noem ik trouwens ook bij NGO's en andere instellingen die ook gebruik maken van allerlei technieken die we hier bespreken. Ja. Dat is geen bedrijfsleven, maar die maken er ook gebruik van. Maar korte aanvulling dan is dat er is nog een verschil. Dat is namelijk dat de overheid, bij de overheid kan niet iedereen kiezen. Dus sommige diensten, je moet communiceren met de Belastingdienst. Dat is denk ik ook nog wel een verschilletje. Omdat je dus mensen eigenlijk dwingt om er gebruik van te maken. Dat betekent dus ook dat je als overheid kan besluiten om, ondanks dat je dat je alles digitaal wil doen, ook nog de mogelijkheid moet geven om een brief te ontvangen. Ja. U had, even kijken hoor, ik ging eerst naar u, want ik had naar u beloofd en dan ga ik hem zo weer afmaken. Ja, wat me opvalt is dat er vaak wordt gedacht dat getarget adverteren iets nieuws is. Terwijl dat eigenlijk al sinds televisie bestaat gebeurt. Dus ochtendprogramma's waar voornamelijk huisvrouwen naar keken, die kregen reclames te zien voor huisvrouwen.
die kregen totaal andere reclames te zien dan als je 's avonds op zaterdag om 8:30 keek of op andere tijdstippen. Ik heb het idee dat het alleen maar slimmer is geworden en beter. En eigenlijk is mijn vraag wat daar nou precies erg aan is. Want er wordt heel vaak van uitgegaan, ook tijdens dit soort discussieavonden. Hoe meer ze weten, dat is een slecht iets. En als we privacy voor onszelf houden, dat is een goed iets. En dat is zo'n algemene aanname geworden, dat er bijna niet meer wordt gediscussieerd. Wat is er nou echt erg als, stel, Facebook zou alles van je weten, alles. Wat is daar erg aan? Want daar hoor ik niemand over. Wat er nou echt erg, dat wordt aangenomen. Maar wat is er erg aan? Goeie vraag, denk ik. Wie pakt hem op? Ja, ten eerste zou het erg zijn dat als je er niet voor hebt gekozen. Kijk, als jij al jouw data op Facebook of op Twitter of op LinkedIn wil zetten. Maar wat er nu gebeurt is dat er gewoon geen keuzes worden gemaakt, maar dat ze profielen aanmaken voor iedereen. Dat vind ik al sowieso erg. Je moet zelf de keuze hebben. Wil ik mijn persoonsgegevens zijn die zijn van jezelf? Of jij die deelt met een bedrijf in ruil voor hun dienst? Dat vind ik al sowieso de grootste consequentie en wat er erg aan is. De andere zaken, dan is er volgens mij een heel mooi artikel van je hebt wel iets te verbergen op de Correspondent. Er zijn hele nare consequenties kunnen hebben als jij alles deelt met gezondheidsgegevens of andere zaken. Dat jij opeens meer moet gaan betalen, dat er discriminatie in de hand werkt. Omdat een algoritme dan dat soort dingen gaat doen. Dus die nare consequenties, die kunnen er zeker zijn. Maar het belangrijkste vind ik dat je gewoon de keuze moet hebben of jij het wil delen of niet. Als jij je hele leven lekker online wil doen, dan dat is prima, maar dan is dat jouw keuze. En als jij dat niet wil, moet jij er zelf voor kunnen kiezen om niet bespied te worden door een mannetje met een blauw boekje die achter je aanloopt. Maar zou je dan niet kunnen zeggen dat Facebook dat in zekere zin dan goed op orde heeft? Ik plaats een foto, dan kan ik kiezen wie het ziet. Ik kreeg een mailtje dat ik op oké moet klikken wat ze met mijn data doen. Ik moet, als ik een status update doe, kan ik het ook zien. Ik kan mijn timeline helemaal. Om aan te sluiten op die meneer zijn vraag. In zekere zin, als we die consent dan geven, is het dan goed? Dat is een eerste stap. Ja. Maar als jij nu zegt van ik stop met Facebook, dan houden ze nog wel je profiel aan. En dat vind je problematisch. Ja. Ja, of als ik niet op Facebook zit, ik zit bewust niet op Facebook, of als je niet op WhatsApp zit, dat ze dan niet weten van oh ja, maar jij komt wel op deze sites en we gaan toch een profielbasis dat we contextueel nog wel advertenties doen. Ja. Dus dat vind ik wel erg. Toevoegingen nog? Ja, een hele goede vraag natuurlijk, want dit zijn de basisvragen waar ieder onderwerp mee moet beginnen. En mijn antwoord erop is, het verschil met bijvoorbeeld dat je dan vroeger op Nederland 2 inderdaad ook targeted advertising voor je neus kreeg, is de schaal. En de schaal aan de ene kant is ieder aspect van mijn leven, ik heb het even over een gemiddelde burger, hè, niet iemand die superbewust is en zich hieraan probeert te onttrekken, maar dus neem gewoon mijn leven. Ieder aspect van mijn leven gaat zometeen via internet of via iets digitaals lopen. Dus van mijn parkeren tot de route die ik kies, tot inderdaad of mijn kinderen wel naar school zijn gegaan vandaag. Wat ik eet, of ik gezond ben. Noem het maar op, gewoon de gemiddelde burger. Dus die schaal, alle elementen van je leven. En vervolgens de schaal van die data en de verbindingen wereldwijd. Dus die big data, die worden vervolgens in een enorme bak gegooid. Die wordt gekoppeld aan niet alleen maar wat je dan vroeger had van ik en 5 huisvrouwen. En dan gaan we kijken wat voor jullie 6 dan de leukste jampot is. Nee, die wordt in een bak gegooid. En die wordt ook nog eens een keer gewoon geografisch gezien. Niet alleen binnen Nederland, maar ook mijn positie binnen Europa, binnen de wereld. Dus dat schaal, dat vermogen wordt gigantisch. En dan kom je uit, wat voor mij eigenlijk de belangrijkste vraag in dit hele verhaal is, waar is mijn recht om fouten te maken? Waar is mijn recht om vergeten te worden? Waar is mijn recht om misschien in de anonimiteit van thuis porno te kijken, de story te lezen, de privé te lezen, maar eigenlijk veel meer waarde te hechten aan de momenten dat ik een goede film kijk, een goed artikel lees? Die waarderingen van al die dingen die ik vroeger deed, die voor mij, dat ene vond ik minder belangrijk, dat andere vond ik wel belangrijk, dat wordt nu eigendom van bedrijven. En wat gaan die doen?
die gaan natuurlijk die roddelnieuws, die willen gewoon geld verdienen. Dus die gaan mij bekogelen. Die gaan dat roddelnieuws, wat ik misschien wel eens in zoveel tijd lees, heel hoog waarderen. En hele lange artikelen die, nou ja, waar niet zoveel geld achter zit, die gaan ze mij minder aanbieden. Dus wat je eigenlijk krijgt is al die rechten van een mens waar het schuurt, waar je willen veranderen, waar je een andere toekomst wil dan je verleden. Dat wordt steeds meer in handen van een bedrijf gelegd. Ja. Dat is voor mij in ieder geval echt wel de kern van dit verhaal. Ja. Nog een toevoeging? Ja, ik vond inderdaad, die targeted advertising bestaat al heel lang. Dat vond ik wel een belangrijk punt. Omdat, ja, nogmaals, ik denk dat heel veel van die dingen die al lang bestonden, ja, heel erg versterkt worden. Zonder ze zo ver door te trekken. Want ik heb tot niet zo lang geleden heel erg vrolijk geleefd zonder Facebook. Zal ik hier maar meteen vertellen, want ik zit er pas anderhalf jaar bij. Ja, maar dan zijn er wel weer duizend andere dingen die jouw leven natuurlijk monitoren op een of andere manier. Waarschijnlijk weten bedrijven dat jij hier vanavond bent. Ik weet niet. Ja, ik heb het grootste aangekondigd dat ik met jou, dus dat weet ik wel zeker. Het staat alleen al op, als je, ook had jij geen Facebook gehad, jouw naam is gekoppeld aan dit moment, dit tijdstip, deze locatie, doordat zij jouw naam op hun Facebookpagina hebben gezet. Ja, maar dus dan heb ik nog wel een aanvulling, want dat zei die meneer ook. Ja, en ik vind dat eigenlijk niet zo erg. Nee. We doen nog deze drie vragen en dan gaan we naar het laatste stukje van de avond. Dan begin ik bij u, dan naar u en dan heeft u de laatste vraag. Ik vind het erg interessant dat Facebook is onder de loep hier, want Facebook is eigenlijk alleen maar een combinatie van audiovisuele massacommunicatie. Dus eigenlijk is je e-mail, is YouTube en is Instagram. Maar die doen het onder één hoedje. Denk je niet dat YouTube, Instagram en al die e-mail providers zijn niet al lang hiermee bezig en alles is alom bekend. Ten tweede, het is een dienstverlening voor ze geven. Het kost miljoenen, triljoenen in hardware, infrastructure, softwareontwikkeling, doorgaande kosten. En is een dienst wat ze bieden. Het moet betaald worden. Nou, jij zegt, ik vind dit leuk, dat leuk. Dankjewel, dat weten we, dan kunnen we advertisers checken, kunnen we betalen. Maar wat ik hoor is, nou, ik wil graag gebruik maken van de hele dienst, maar ik wil niet betalen. Je mag niks van me weten. Het klopt niet, het kan niet. Ik bedoel, en dan ten tweede, we maken ons allemaal drukker wat dit sociaal ding en wat jij zei over je jampotjes en je briefjes en je zit de porno. Ik zou zeggen, was meer zorg maken over Siri wat aankomt. Want de regering is wel mee bezig. En die risico-indexing Siri, daar moet je echt zorg van maken. Ja, zeker. Ja. Maar goed, ik vind uw punt wat u net noemt. Ja. Nee, maar ik vind het punt dat u maakt wel interessant. Want u zegt, aan de ene kant willen we de lusten van het Facebook-platform hebben. Maar zeggen we tegelijkertijd ook wel makkelijk van, maar jullie mogen niks van ons hebben. Of in ieder geval vaak als we het bediscussiëren. Roxane, ik zie jou nee schudden. Nee, maar ik vind dat niet hoor. Zo van, aan de ene kant mag je alles van me weten en je mag er niks mee. Nee, dat is een valse tegenstelling. Dat denk ik ook niet, ja. Ja. Ik ga naar u toe. Trouwens, YouTube heeft echt een extreem goede profilering. Ze doen ook allemaal dingen die niet mogen, zoals profielen aanmaken van kinderen die naar slijmfilmpjes kijken. En dan, dat weet ik dan zelf. Maar dat zijn ze ook op de vingers getikt. Ja. Maar Facebook is niet de enige, dus daar moeten regels voor iedereen komen. Ja. En die zijn alleen maar meer van belang omdat die assistants te komen. We gaan straks allemaal van die Alexa'tjes en Siri's en andere zaken doen. Met VR-brillen komen er nog veel meer data erbij. Maar waar mij om gaat is dat er sterke regels komen en dat het gewoon een bewuste keuze is. En als je er niet aan meedoet... Helder. Ik ga naar u. U had ook een vraag. Ja, aan mevrouw Van Ieperen. U schrijft ook wel eens over publiek-private samenwerkingen. Publiek-private coöperatie opgericht waarin ik probeer overheid, burger en bedrijf te laten samenwerken. Ik ben ondernemer, dus zo'n meneer die kennelijk alleen voor winstmaximalisatie gaat. Er zijn er echt ook andere, kan ik u verzekeren trouwens. Als je van onderaf wilt bouwen aan iets wat zeg maar, op termijn een tegenwicht zou kunnen geven aan de dominantie van winstmaximalisatie in het hebben van data, zou daarin een publiek-private samenwerking een oplossing zijn, denkt u? Ja, nee, dat hoorde ik heel duidelijk. Ja, hij was enorm goed. Ja, hangt er natuurlijk af. Wat voor een publiek-private samenwerking? Daar zijn natuurlijk talloze variaties van mogelijk.
om dat op te lossen. Ja. Nou, ik denk dat dat sowieso zometeen een van de grote antwoorden gaat worden. Kijk, sowieso gaat die overheid, die private ondernemingen nodig hebben voor een heleboel toepassingen. Dat vind ik vanzelfsprekend. En ja, u doet net alsof ik het heel raar vind dat bedrijven voor winstmaximalisatie gaan. Maar ik zeg alleen maar dat omdat daar vaak een soort naïviteit over bestaat. Hè? Omdat mensen vaak bijvoorbeeld hele ethische beslissingen van het bedrijfsleven verwachten, waarvan ik dan denk, ja, maar dat, laten we daar nou niet zo naïef over zijn. Dus het is niet dat ik daar op spuug of zo. Nee, maar het is maar een deel van de werkelijkheid. Er zijn namelijk ook gewoon hele maatschappelijk betrokken ondernemers die proberen de samenleving een beetje bij te sturen in een duurzame samenleving. Nee, natuurlijk. Maar uiteindelijk ben je dan bijvoorbeeld een stichting zonder winstoogmerk. En dat is wat anders dan dat je gewoon een private onderneming bent. En dan staat... Ik ben een ondernemer, ik wil winst maken. Ja, maar dat is toch gewoon prima? Mensen hun Nee, maar dat is toch helemaal niks met. Dat is toch geweldig? Volgens mij vinden we dat ook allemaal. U had de laatste vraag voor dit blokje. Moet we weer? Ja, ik met name voor mevrouw Van Ieperen. Je hebt het over de nieuwe wereld die er aankomt, waarin grote bedrijven, niet alleen Facebook, maar natuurlijk ook andere grote multinationals steeds meer macht krijgen. En eigenlijk hebben we ook al geconstateerd dat zeker de Nederlandse overheid niet, de Amerikaanse Senaat snapt er ook weinig van. Nou, de Europese Unie kan wellicht regels maken die bedrijven op zijn minst de grote multinationals een beetje kunnen bedwingen. Tegelijkertijd zien we in heel Europa dat het draagvlak voor de Europese Unie steeds meer afneemt. Dus mijn vraag is... wat kunnen we daaraan doen en wat verwacht je van de manier waarop burgers, kunnen we zelf meer privacy bewust worden? Wat kunnen wij zelf doen om onze overheden te dwingen de regels wel te maken? Ja, het is natuurlijk een enorm complexe, belangrijke vraag die je stelt. En zeker die tegenstelling tussen inderdaad het afbrokkelende, de steun voor de EU. En terwijl je toch echt wel inderdaad, als je wil je een vuist maken, ja, dan kun je dat niet allerlei overheden los van elkaar doen. Ik denk wel dat de schandalen die dan nu een klein beetje naar boven komen, zo'n Cambridge Analytica, hoewel je ziet dat de beurs bijvoorbeeld daar eigenlijk amper op gereageerd heeft. Die zijn gewoon weer terug bij waar ze voor dat schandaal waren. Maar ik denk wel dat ze iets doen met bewustzijn. Nou ja, ik bedoel, waarom investeren we of vinden wij onderwijs voor kinderen zo belangrijk? Dat heeft te maken met je bewust worden van de wereld om je heen en de mogelijkheden die je hebt in het leven. Dus ik denk dat uiteindelijk bij onderwijs iets heel belangrijks zit. Behalve dat wij nu in die tussengeneratie zitten, dat zie ik bij mijn kinderen op school heel erg. Dat zij in een realiteit groot worden waarin ze echt supersnel zijn met alles wat online is. Hun leven speelt zich bijna volledig online af. En dat hele onderwijssysteem nog steeds wordt vormgegeven door alles wat boven wat mijn generatie en boven mij zit. Dus ik denk dat we nog een transitiefase nu doorgaan waarin die twee dingen tussen regulering, overheden die er grip op krijgen en bedrijfsleven nog heel erg uit elkaar gaan lopen. Maar dat op een gegeven moment er gewoon veel meer bewust zijn. En dan komen die generatie onder ons, die snapt het volledig. Nou ja, die gaat wel denk ik in ieder geval twee kanten op. Die gaan of onderdeel worden van het private apparaat waarin de meeste de technologische vernuftige dingen worden uitgevonden. Of die gaan zeggen, ik wil juist de andere kant op en ik ga bijdragen aan hoe gaan we dat nou vormgeven voor de samenleving. Ja, ja. Dus eigenlijk als je zoekt naar momenten of plekken waar je verandering teweeg kan brengen, moet je daar zijn nu om op de lange termijn de verandering. Ja. Ik vond het heel interessant. Ik wil jullie alle drie, Jan Middendorp, Roxane van Ieperen, Peter Minkjan, heel hartelijk danken. We gaan nog heel even met Nesla praten over hoe we gaan even terug naar het individuele. Hoe we nou zometeen als we naar huis gaan, niet meteen tot 3 uur 's nachts onze Facebook timeline doorscrollen. Maar voor nu wil ik eigenlijk een heel groot applaus voor Jan Middendorp, Roxane van Ieperen en Peter Minkjan. Ja, want ik vind het eigenlijk wel een mooi bruggetje over onderwijs. Want wat Nesla Edrioeg doet, zij is psycholoog. En zij werkt 4 dagen per week bij een GGZ-instelling. Maar daarnaast maakt zij korte YouTube-filmpjes. Waarin ze hele belangrijke issues die vooral met jongeren te maken hebben. Tips geeft en tricks geeft hoe je daarmee kan omgaan. En we waren gevraagd om ons nog even te helpen vanavond. Dus geef haar een warm applaus. Nesla Edrioeg. Ja, we zien bij jou vooral het YouTube-account zien we daar staan.
Waar gebruik jij Facebook zelf voor? Ik gebruik het zowel zakelijk als privé. Dus recreatief. Ja. Maar ook om mijn publiek te bereiken. Ja. Ja. Je bent psycholoog. We hebben natuurlijk, als psycholoog kom je veel verslavingsvormen tegen. Mm-hmm. Het programma is vanavond Verslaafd aan de Likes. Ja. Is dat een verslaving die bij jou veel naar binnen wandelt? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik werk zelf in een specialistische GGZ. Dus bij mij komen niet mensen puur en alleen met een verslaving. Maar het specialisme waar ik in werk is mensen met ADHD. En dat zijn mensen die wel over het algemeen een stuk verslavingsgevoeliger zijn. Ook omdat ze wat impulsiever zijn. Raken zij nou eenmaal sneller verslaafd en in de verleiding om bepaalde stappen te zetten die misschien niet altijd even handig zijn. Maar in de media hoor je nog wel eens veel informatie met moeten mobiele telefoonverslavingen opgenomen worden in de DSM. Dat is echt het boek waar alle diagnoses... Ja, het is de bijbel voor de diagnoses, toch eigenlijk? Ja, de bijbel van de psycholoog en de psychiater qua diagnostiek. Nou moet ik zeggen dat in de praktijk bij mij en mijn collega's zie ik dat nog niet zo heel erg terug. Nee. Maar als ik om mij heen kijk, als ik op het station zit, dan zie ik wel veel mensen die naar hun telefoon grijpen. Maar we zeggen vanuit, het is echt problematisch wanneer mensen hun leven echt op die telefoon afspeelt. Hè? Dus dat ze echt heel erg gefocust zijn op het online leven en het offline leven bijna geen rol meer speelt. Ja. En dat komt nog niet zo heel vaak voor. Dus qua zorgen ben ik nog wat gematigd. Want waar we het over hadden in het panel ook is, hè, dat er een hele nieuwe wereld op ons afkomt. Dat betekent ook een nieuwe wereld met zijn eigen problemen. Ook voor mensen misschien individueel. Mm-hmm. Denk je dat we daar nog heel veel mee te maken gaan krijgen? Wel? Of denk je dat het afgeleide problemen zijn? Jij noemde net dat mensen die misschien ADHD hebben impulsiever handelen en dus in zo'n verslaving wat eerder terechtkomen. Ja, nou, er wordt nu volop wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de impact van social media. Niet alleen Facebook, maar ook niet alleen Instagram, YouTube, maar überhaupt op onze telefoon zijn, hè, dus digitaal bezig zijn. En daar zie je eigenlijk dat er twee stromingen zijn. Dus er zijn mensen of wetenschappers die allerlei voordelen eraan zien. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan mensen die moeite hebben met contact maken, die toch via social media een stuk makkelijker contacten leggen en dat offline contact daarna weten om te zetten tot een online contact weten om te zetten tot een offline contact. Hè. Dus eerst via berichtjes, via social media contact leggen en dan toch makkelijker een afspraak maken. Nou ja, aan de andere kant, daar had jij het net al even over, dan zie je ook dat mensen die heel veel op hun telefoon zijn, toch wel meer last hebben van depressies, van angsten. Dat op het moment dat ze niet gelijk op een bericht antwoorden, dat ze zich schuldig gaan voelen, dat ze een gevoel van leegte krijgen op het moment dat een telefoon even niet bij ze is. Ook wel weer positief dat als iemand heel erg onzeker is en die plaatst een foto en die krijgt dan toch likes, dat wel echt het zelfbeeld en het psychisch welbevinden verbetert. Ja, ja, ja. Dus ja, het is een beetje zoals met alcohol. Ik zou het niet zozeer adviseren, maar als je het met mate gebruikt, dan kan het ook niet heel veel kwaad. Maar goed, als ik een probleem heb met alcohol, hè, er zijn mensen die het heel gezellig hebben met alcohol en mensen waarbij het misschien toch wat problematischer wordt, dan zou een goede tip zijn om niet in de buurt van een café te komen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Wat zijn nou goede tips om op het moment dat je merkt, ik heb toch een probleem dat ik... Ik had dat vroeger met sms'jes. Toen was ik heel blij dat ik een beltegoedkaart had. Want als ik dan tot 2 uur 's nachts bleef sms'en, op een gegeven moment is dat op en dan moet je slapen. Nu kan je natuurlijk de hele nacht door via je wifi. Hoe kom je daar nou vanaf? Het is sowieso wel goed om ook te bekijken van waar zit bij jouw telefoongebruik in. Dat is ook wat wetenschappers hebben bekeken van wanneer gebruiken wij onze telefoon. Dat doen we psychologisch, sociologisch, maar ook recreatief. En sociologisch, we willen er met z'n allen graag bij horen. Dat is ook evolutionair gewoon heel erg belangrijk. Dat we een onderdeel zijn van een groep. Dus als jij in een groep behoort, een vriendengroep waar iedereen op Facebook zit, dan is het al wat lastiger om van Facebook af te gaan. Nou ja, psychologisch, we willen graag erkenning. We hebben allemaal toch wel een beetje narcistische trekken. Dus we genieten ook wel van de likes, hè? Verslaafd aan de likes. Dus als jij merkt dat je daar heel gevoelig voor bent, dan is dat ook altijd goed om in je achterhoofd te houden. En recreatief, heel veel mensen grijpen naar een telefoon als ze zich gewoon even vervelen. En eigenlijk die drie componenten, dat verschilt onderling wel bij wie wat het meeste speelt. Er speelt ook een stukje persoonlijkheid een rol.
Maar dan wordt toch wel telefoongebruik voor heel veel mensen een gewoonte. We doen het allemaal zonder erbij na te denken. Er zijn nu ook allerlei apps die kunnen bijhouden hoe lang je op een telefoon zit op een dag. Hoe vaak je ernaar grijpt. En de meeste mensen schrikken hoe vaak ze toch die app hebben bekeken. En dan zie je dat de tips die gelden voor überhaupt gewoontes aan of afleren, dat die ook gelden als het gaat om jouw telefoongebruik. Ja. Nou ja, waar moet je dan aan denken? Allereerst bewustwording. En dat kan echt al heel simpel zijn. Die telefoon pak jij dus al zonder erbij na te denken. Dus als jij in je screensaver al zet van heb je mij nu op dit moment echt nodig? zo simpel kan het zijn. Maar dat is al een vraag aan jezelf en een trigger. Waardoor jij weet van, ik doe het weer onbewust. Wil ik dit eigenlijk wel? Want vaak ben je al ingelogd en dan ben je alweer 3 minuten op Facebook aan het scrollen. En dan denk je van, dit heb ik eigenlijk net 3 minuten geleden allemaal al gezien. En ik heb net nog vernieuwd. Ja. Nou ja, daarnaast zie je, en dat is ook deze tips, ook als je andere slechte gewoontes hebt, pas ze toe. Dus je omgeving inschakelen. Ik heb voor Linda TV een serie gemaakt waar mensen in een vakantiehuisje werden gezet en van hun al hun social media en apparatuur werden afgenomen. En dat ouders van hun kinderen heel veel klachten kregen van wij mogen nog geen telefoon, maar jij zit de hele dag op je telefoon. En dat die kinderen echt een reminder werden voor een van die kandidaten ook om die telefoon weg te halen. En dat moet ik eerlijk zeggen, dat doe ik met mijn cliënten ook. Want het is toch wel lastig als jouw kinderen jou daarmee spiegelen en zeggen van ja, dus kinderen die hun ouders opvoeden. Kinderen die hun ouders opvoeden, maar ook gewoon in je omgeving. Ook op het gebied van relaties. Vroeger was één heel groot probleem binnen relaties dat televisie kijken. Dat een van de partners klaagde van je kijkt zoveel tv en ik wil dat je mij aandacht geeft. Ja. En dat verschuift nu heel erg naar die telefoon. Van leg die telefoon eens weg. Dus ook stiekem een relatietip. Om eigenlijk gewoon je omgeving daar ook jou in te laten opvoeden. Om dus gewoon te zeggen van jij had voor jezelf dit voornemen. Leg die telefoon weg en maak er dan ook een mooi momentje van. Kijk wat je met elkaar altijd deed toen je nog verliefd was en de telefoon nog minder interessant was dan je partner of je kind. Dus, mooi, hebben we ook relaties opgelost. Relatietips, tijd met je kinderen doorbrengen kun je extra doen. Ja. Daarnaast, ik ben wel even benieuwd hoeveel mensen hier doen als eerste, als ze wakker zijn, hun telefoon checken. Eerlijk zijn. Ja. Daar was ik al een beetje bang voor. De meeste mensen hebben iedere ochtend, maar ook iedere avond dezelfde routine. Dus als je even bij jezelf gaat nadenken. Wie heeft iedere ochtend dezelfde volgorde van dingen doen? Ja. Ja, dat is heel normaal. Gelukkig. daar zit dus ook telefoongebruik vaak tussen. En als je een slechte gewoonte wil afleren, dan is het gewoon heel slim om eigenlijk van je vaste dagroutines gebruik te maken. Dus spreek met jezelf af, ik mag tot ik bijvoorbeeld gedoucht heb of tot een bepaald tijdstip die telefoon niet gebruiken. En als je dan toevallig een summer body wilt, zou ik zeggen, doe op dat moment gelijk die buikspieroefeningen erin. Want als je die ook vast in je dagroutine knalt, dan is het makkelijker vol te houden dan als je gewoon voorneemt. Ik vind wel een enorme druk die je er nu oplegt. Ja. Want ik moet emmen. Ja. Ja. En misschien tot slot dan, hè, want we, op zich hebben we een vrij jong publiek, maar de mensen die jouw YouTube-kanaal kijken zijn ook, wat ik zag, heel veel volgens mij jongeren tussen de 13 en de 19 of zo die dat kijken. Wat is nou de belangrijkste? Nee, is dat niet zo? Nee, vooral mijn gemiddelde leeftijd van kijkers is tussen de 18 en de 35 jaar. Maar het is natuurlijk ook een beetje, met de datatracking ben ik niet zo in thuis als de meeste mensen die je net gesproken hebben. Maar ze kijken misschien ook via hun ouders. Ja. Maar dat geeft YouTube weer bij mij aan. Nou ja, mijn laatste vraag was eigenlijk, hoe zorg je nou dat, ik bedoel, de mensen die hier een kaartje verkopen, die vinden dit interessant, dus die staan ook open voor tips. Wat is nou jouw belangrijkste breekijzer om dat gesprek aan te gaan, dat iemand het ook echt doet, die misschien zelf helemaal niet het idee heeft dat hij daar misschien een probleem mee heeft of verslaafd aan is? Hoe je mensen daar bewust van kunt maken. Hoe je ze open kan krijgen om er ook echt iets aan te doen. Dan stel je wel een lastige vraag. Want de vraag is, waarom moet iemand er iets aan doen volgens jou? Dan zeg je al gelijk dat het eigenlijk dus niet zo goed is. Daar heb je een goed punt.
Ja. Kijk, ik moet eerlijk zeggen, dat is ook de reden waarom ik psychologisch advies ben gaan geven op YouTube. Nou, daar was van tevoren nog een hele media-hype rondom ontstaan, omdat mensen dachten van, oeh, dat is allemaal heel erg verkeerd. Maar wetenschappelijk onderzoek laat dus zien, als je gewoon in de juiste mate social media gebruikt, is het op jou als persoon psychologisch gezien niet zo'n heel groot probleem als je het op een gezonde manier dus gebruikt. Misschien moet het als roken, dus een Facebook geniet maar met mate. Geniet maar met mate, inderdaad. En ja, dan zie ik er niet zo heel veel problemen. En daarom denk ik ook van, probeer ik mensen ook te onderwijzen. Hè, tips te geven via YouTube. Ja. Op een verantwoorde manier. Wat wordt je volgende filmpje? Waar gaat die over? Nou, volgende week heb ik 3 redenen waarom je niet op dieet moet gaan. En zeker als je wil afvallen. Oh, dat, nou, als we daar benieuwd naar zijn, dan aan de bar zo meteen kan je dat misschien nog even vragen. Gewoon abonneren, Psycholoog National. Ja, dat is heel goed. Ja, want we kunnen ook gewoon offline marketing doen, ja, toch? Ja, precies. Daar hebben we niet voor nodig. Ik wil je heel hartelijk danken. Geef een warm applaus. Neshla Edriou. En tot slot wil ik jullie ook heel hartelijk danken voor jullie komst. Ik wil je nog even wijzen, want dat is iets waar een aantal mensen van de balie al het hele jaar aan werken. Dat is ook dan nog even schaamteloze promotie. Er ligt een boekje Act for Democracy. Dat is een heel mooi forum on European culture. En de vraag van die mevrouw achterin over hoe Europese waarden afbrokkelen, dat gaan we 3 dagen lang onderzoeken. Dus kijk daar vooral nog even naar en of je iets leuks tussen ziet. En dan hoop ik je hier weer te zien. Voor nu, vooral doe nog een drankje aan de bar en tot een volgende keer. En heel hartelijk dank voor jullie komst. Fijne avond nog. APPLAUS